Welkom, lieve mensen. U hoort het, hè? Als de muziek uitgaat, dan betekent het dat we officieel gaan beginnen. Mijn naam is Karim Amgar en ik heb de nederige en eervolle taak om deze avond aan elkaar te praten. Met mij uiteraard een aantal geweldige experts op het gebied van leiderschap in kleur. Karim Amgar, 35 jaar, vader van drie prachtige kinderen. Die zijn 8, 4 en 1,5. Ik moet er altijd goed over nadenken. Dat betekent niet dat ik ze niet heel veel zie, maar misschien wel net te weinig. Ik kom uit het altijd prachtige Bleiswijk. Dat zit een beetje net buiten Rotterdam. Ik ben geboren in Rotterdam, maar het komt gewoon omdat Bleiswijk zo klein is dat het geen ziekenhuis heeft. Ik hou me heel veel bezig met maatschappelijke thema's zoals diversiteit en inclusie, kansengelijkheid, radicalisering, polarisatie in de breedste zin van het woord. En alles waar ik impact op kan maken, dat is dan voor mij dienstbaar aan deze thema's. Dus dat betekent dat ik tv- en radioprogramma's mag maken. Ik schrijf artikelen, boeken, ben nu bezig met mijn volgende boek voor de Correspondent, wat gaat over de ambachtcrisis waar we op dit moment in zitten. Ben vaste onderwijscolumnist vanaf september voor Trouw. En daarnaast doe ik nog een hoop andere dingen, zoals lesgeven, wat voor mij nog een halve dag in de week is, maar wel het mooiste is van alles wat we doen met elkaar, vind ik. Dat is namelijk het shapen van Young Minds. Zo oud ben ik zelf ook niet, maar toch. We hebben een geweldig programma. Uiteraard waarbij we met elkaar gaan luisteren zometeen naar de lezing van Judy Mesman. Daarna gaan we met elkaar hier dat panelgesprek voeren met een aantal geweldige sprekers die ik u zometeen aan u ga voorstellen. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst altijd even testen of de energie nog wel een beetje in de zaal zit. Want sommige mensen hebben een voetbalwedstrijd moeten laten gaan. Nou, toch kijken of die energie er een beetje in zit. Ik vind altijd dat mensen aan het einde van een gezellige avond, waarin ik de eervolle nederige taak heb gehad als dagvoorzitter, met een beetje eelt op hun handen naar huis te mogen gaan. Dus we gaan even kijken of het applaudisseren goed gaat. Even één keer testen. Mag ik een hartelijk applaus? Ja? Klinkt goed. Klinkt goed. En dan doen we dat nog een keer. Mag ik een hartelijk applaus voor Anthony Heidweiler. Anthony heeft een voordracht en hij is directeur van de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam en lid van de Academie van Kunsten. The floor is yours. Dank, dank. Ik ben adjunct directeur. Ik was directeur. Nou, één keer raden hoe het allemaal werkt en toen werd ik adjunct directeur. Goed. Beste mensen, goedenavond. Op 25 mei 2020 kwam het grote inzicht dat er ook in Nederland racisme en discriminatie bestaat. Een inzicht dat een deel van de Nederlandse samenleving al lang had. Maar voor een zeer groot deel was dit een nieuw verhaal. Een deel van de Nederlandse samenleving werd na de moord op George Floyd benaderd met verzoeken en uitnodigingen om onderdeel te worden van instituties en organisaties. Na 25 mei 2020, vacatures voegden vaak de zin toe: in het geval van twijfel geven we de voorkeur aan iemand met een biculturele achtergrond. Dit had tot gevolg dat veel mensen met een biculturele achtergrond binnen hun nieuwe positie aan het werk gingen vanuit een besef tweede keus te zijn. Er waren ook organisaties die helder aangaven dat koste wat kost iemand met een biculturele achtergrond een toppositie moest krijgen. Uitspraken zoals: onze nieuwe directeur mag niet meer wit zijn, moesten binnen de desbetreffende organisaties een zekere vastberadenheid uitstralen. Met grote stappen snel thuis. Probeert men de wereld op deze manier te ontdoen van racisme en discriminatie? In een snel tempo decoloniseren, excuses maken, opportunistisch beleid, inclusief beleid er doorheen duwen en zorgen dat op deze manier de Nederlandse samenleving pijnloos ontdaan wordt van haar verminkt verleden.
Sinds 2019 ben ik lid van de Academie van Kunst, de onderdeel van de KNW. De plek waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten. Het was in april 2021 dat de toenmalige president Ineke Sluiter het initiatief nam om hoogleraar Judy Mesman en mij aan elkaar te koppelen. Deze kennismaking zorgde ervoor dat Judy Mesman een van de mensen was die mij in de afgelopen 3 jaar op deskundige wijze heeft ondersteund in mijn pogingen om te begrijpen wat er gebeurde rondom het inclusief beleid in Nederland. Het was in het voorjaar van 2023 dat Judy en ik ons afvroegen wat we zouden kunnen doen om hier aandacht voor te vragen. Of er eigenlijk al kennis en onderzoek over was. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn, waarna Judy vervolgens een voorstel heeft geschreven waar zij straks over zal spreken. Het rapport Leiderschap in Kleur dat op 26 maart jongstleden ten overstaan van ruim 200 mensen in ontvangst is genomen door de secretaris-generaal van OCW, Loes Mulder, en landelijke coördinator racisme en discriminatie, Rabin Baldev Singh, is een document dat inzicht geeft, troost geeft en de volgende stap naar een oprecht inclusief beleid ondersteunt. Zelf ben ik werkzaam op de Academie voor Theater en Dans. Na 2 jaar als directeur, nu als adjunct-directeur, werkzaam op een plek dat ik nog altijd zie als een van de mooiste plekken waar ik ooit heb mogen werken. Elke verandering, de transitie waarin we momenteel zitten, vraagt om tijd, ruimte, aandacht, kennis, wetenschappelijke kennis, zodat we kunnen leren om onze pijn te herkennen en toe te laten waardoor onze wonden kunnen helen en tot littekens kunnen worden. Zodat we in staat zijn om de nieuwe verhalen te vertellen, mede gebaseerd op historische kennis, waardoor we een balans vinden tussen verlangen, een wereld vanuit wederkerigheid en regeneratief denken, en realiteit, een institutioneel racistische wereld, gedreven door het kapitalistisch denken. We leven in een deel van de wereld waarin we vooral pijnloos willen leven, waar de focus vooral ligt op gelukkig zijn en waar het vooral gezellig moet zijn. Met grote stappen snel thuis probeert men de wereld te ontdoen van racisme en discriminatie. In een snel tempo alles veranderen en zorgen dat op deze manier de Nederlandse samenleving pijnloos ontdaan wordt van haar verminkt verleden. Maar de pijn die een aantal van ons ervaren door de ondoordachte wijze waarop diversiteit en inclusie in de markt worden gezet, dat is een pijn die we collectief moeten gaan ervaren. Zodat we deze pijn gaan ervaren als een manier om te groeien. Hoe moeilijk ook, maar op deze manier een volgende stap te zetten. Tijd, ruimte, goed ademen en weloverwogen structurele stappen zetten. Bomen die langzaam groeien, krijgen diepe wortels. Dank u wel. Anthony, dank voor je mooie woorden. Straks zullen er vast en zeker ook vragen zijn. But rest assured, jullie kunnen zometeen allemaal ook vragen stellen. Zowel aan Anthony, straks ook aan Judy en onze andere twee panelleden die zometeen plaats gaan nemen in het panelgesprek. Ik heb zelf een stapel vragen, maar die zijn niet zo lastig en intellectueel als de vragen die jullie vast voorbereid hebben. Dus we gaan jullie zometeen ook heel erg nodig hebben om met elkaar dat fijne gesprek en die diepgang met elkaar te zoeken. Maar mag ik dan, als we toch lekker met dat applaus bezig zijn, nog een keer een hartelijk applaus voor onze
spreker en degene die dit geweldige rapport heeft gemaakt, of ontwikkeld en onderzoek heeft gedaan, Judy Messman, hoogleraar maatschappelijke verantwoordelijkheid en impact bij de Universiteit Leiden en lid van de KNAW. Dag allemaal. Ik ga vandaag de 30 minuten versie van deze presentatie geven, waaruit u kunt opmaken dat ik ook andere versies heb. 20 minuten, 40 minuten, Engels, Nederlands. Maar het is iedere keer weer leuk en interessant om deze presentatie te geven voor steeds weer een ander publiek. En ik ben heel benieuwd wat jullie ook straks mee te delen en te vragen hebben daarover. Leiderschap in kleur, het werd door Anthony al ingeleid eigenlijk. Zonder Anthony had dit onderzoek niet bestaan. Door zijn ervaringen die hij met mij deelde, dacht ik, hey, wat weten we in Nederland over mensen van kleur in topposities? Dat bleek vrijwel niets te zijn. Vrouwen in topposities, ja. Mensen van kleur in leiderschapsposities, nee. Dus min of meer op de achterkant van een bierviltje heb ik dit onderzoek bedacht. En wat begon als, nou laten we eens even kijken wat ik kan onderzoeken, niet al te groot maken, is een beetje uit de hand gelopen. Een beetje uit de hand gelopen. De resultaten van het uit de hand lopen ga ik hier met jullie bespreken. Natuurlijk nooit volledig. Het rapport is gratis te downloaden op mijn website. Mijnnaam.com, heel makkelijk. Dus dat is allemaal na te lezen. In het kort, de methode. Dus ik ga een hoop dingen echt een beetje in vogelvlucht doen. En als er nog vragen over zijn, kan dat straks. Ik heb geïnterviewd 40 mensen van kleur in leiderschapsposities in de publieke en semi-publieke sector, die benoemd zijn na mei 2020, het moment dat ook Anthony net aangaf. En ik heb ze geïnterviewd volgens exploratieve, semi-gestructureerde methode. En dat wil zeggen dat het ook vooral echt gesprekken waren. Ik had natuurlijk wel in mijn hoofd welke thema's ik zo'n beetje met ze wilde aansnijden, welke vragen ik had. Maar verder waren het vrij open gesprekken waarin iedereen ook hun eigen richting aan kon geven en de dingen die zij zelf belangrijk vonden. In het heel kort was de etnisch-raciale achtergrond van deze 40 mensen die ze van kleur maakten. 17 van de 40 identificeerden zich als zwart, Pan-Afrikaans. 13 als wat we in koloniale termen Midden-Oosters noemen. En wat ik liever Swana noem, Southwest Asia en North Africa. En 5 Aziatisch en 5 een mengeling van een van die 3. De semi-publieke sector. De publieke sector is natuurlijk de overheid. Lokaal en landelijk semi-publiek hebben we het over het onderwijs, de gezondheidszorg, cultuur, media en dat type instellingen. Dit is een belangrijke, het is niet helemaal een disclaimer, maar wel even context geven. De overgrote meerderheid van de deelnemers vervult hun functie met veel plezier. Hun inzichten zijn desalniettemin soms pijnlijk en confronterend, maar werden doorgaans gedeeld in een sfeer van optimisme en vanuit de motivatie om een verschil te maken. Dit rapport dient gelezen te worden in deze context. Ik zeg dat omdat het rapport en de thema's die ik bespreek en zo ook zal bespreken over confronterende en soms pijnlijke thema's gaat. Maar dat wil niet zeggen dat dit een groot tranendal was. Dat deze mensen huilend in hun directeurstoel zitten, hè, en de hele dag alleen maar over racisme nadenken. Geen zins. Er waren hele leuke verhalen, inhoudelijk, over hun functie, over hun werk, over hun instituut, over hun sector. Hè? Maar daar gaat het rapport niet over. Hè? Maar dus dit is wel die context die daarbij hoort. 6 thema's kwamen er uit de interviews rollen. Daar heb ik veel analyse tijd aan besteed om al die 40 interviews keurig door te nemen volgens allerlei structurele methoden, gestructureerde methoden. En de 6 thema's die ga ik hier met jullie doorlopen. Het eerste thema heb ik een kleurrijk gezelschap genoemd. En dat ging niet alleen over dat ze dat natuurlijk zijn in hoe ze eruit zien en hun culturele achtergrond. Maar ook over hun hele onderwijscarrière en loopbaan. Dit waren niet altijd mensen die zeg maar recht vooruit naar de top zijn gelopen binnen één sector. Maar mensen die op allerlei manieren links en rechts in allerlei verschillende domeinen hebben gewerkt. En die niet altijd de geëikte paden volgden. Wat ook overigens maakt dat ze cv's hebben die niet in elk domein, in elke sector even goed herkend worden als zijnde goede cv's. Hè? Omdat ze niet recht toe recht aan zijn. De helft van de deelnemers die in Nederland hun opleiding heeft genoten was aantoonbaar ondergeadviseerd in de overgang van de
lagere school naar de middelbare school. Dus met eindscores die echt een ander advies suggereren dan ze uiteindelijk hebben gekregen. Soms was er een assertieve ouder die daar een stokje voor stak. Soms werden de mensen stapelaars. Hè? Ook een van de oorzaken van hun wat soms wat omwegen in onderwijs en loopbaan. En er was ook een groep die ouders had die net, die niet in Nederland waren geboren, die de Nederlandse taal niet spraken. Dus die kinderen, hè, toen ze nog kinderen waren, hadden vaak ook zorgtaken in de zin van dat zij soms de makelaar waren tussen ouders en de rest van de samenleving. Veel vertaalslagen moesten maken, heel veel zelf moesten uitvinden. Dus dat is een beetje de achtergrond van deze groep in een nutshell. Ze kregen ook vaak van huis uit mee dat ze harder zouden moeten werken dan een ander. De gedachte van jouw 7 is minder waard dan de 7 van Fleur. Daar ben ik wel mee opgevoed, zei een van de deelnemers. En dat bleek dus ook waar, hè, gezien het percentage ondergeadviseerden in de groep. Daar bleef het niet bij onderadvisering. Er was ook sprake van allerlei ervaringen met racisme door klasgenoten, maar ook door leerkrachten. Die leerkrachten gingen mijn accent nadoen, hardop in de klas. Daar moet ik niet te lang over nadenken, zo'n nare tijd. Dit zijn allemaal zaken die veel deelnemers was overkomen in hun jeugd en ook, ook later nog lagere school, middelbare school, soms ook nog de universiteit. Bijna iedereen benoemde dat ook als een bron van kracht. He, dus niet van, oh, wat zielig, wat heb ik afschuwelijke dingen meegemaakt. Maar wel van, ja, nou, daar heb ik wel een hoop van meegekregen. En zoals één deelnemer zei, in een zee van tegenslag een schep pakken en een kant op te graven. Dat hebben heel veel mensen van kleur wel geleerd in deze witte maatschappij. Anders ga je kapot. Die kwaliteit is super functioneel. Dus ja, what doesn't kill you makes you stronger was wel het type verhaal dat ik heel vaak terughoorde. Het tweede thema kwam het allermeest voor. In vrijwel alle gesprekken zat heel veel dat te doen had met witte normen en verwachtingen die mensen tegenkwamen in hun loopbaan. Geleidde er vaak toe dat mensen zich gingen conformeren en aanpassen. Grootste thema, aanpassen en nog eens aanpassen om mee te mogen doen, om erbij te kunnen horen, om geaccepteerd te worden. Veel mensen die op dit soort posities terecht zijn gekomen zijn knettergoed in aanpassen. Ik denk echt dat dat ons talent is, zei een van de deelnemers. Dat was soms wel ten koste van een bepaalde vorm van authenticiteit. Als je steeds maar bezig bent met je aanpassen aan de meerderheid, dan kun je dit soort ervaringen hebben dat het zo ver gaat dat je niet eens meer weet wie je bent, omdat je je zo hebt weten aan te passen al die jaren. Sommige deelnemers zaten daar nog middenin van wie ben ik nou ook weer zelf. En als je eenmaal op een toppositie zit, het gevoel hebben misschien kan ik hem ook wel weer pakken, mijn eigen manier van dingen doen. Anderen waren daar al lang, anderen worstelden daar nog heel erg mee om daar een balans in te vinden. Maar het was een zeer prevalent thema in de gesprekken. Niet iedereen had dat. Deze, ik doe een heel laag beroep op het aanpassingsvermogen van de ander. Een van mijn favoriete citaten. Dit was iemand die een witte moeder had. Iemand die op een gymnasium heeft gezeten. Een heel wit categoraal gymnasium. Die de hele cultuur van borrelen en alles helemaal kende. Van haven tot gort. En zei, ja, ik ben niet zo spannend voor die witte meerderheid. Want ik kan gewoon meedoen precies zoals zij het verwachten. Precies zoals het hoort. Ik kom binnen en denk zo, dan vinden ze het spannend. Maar zodra ik begin te praten en mee kan met het gesprek, denk ze, oh gelukkig, het is er eigenlijk eentje van ons. Ook al ziet hij er anders uit. Het laat ook meteen zien waar het aanpassingsvermogen doorgaans hoort te liggen. Namelijk bij de mensen van kleur en niet bij de witte meerderheid. Een andere deelnemer die zei, nou, je kunt ook op een andere manier mee omgaan. En die zei, ik ben de tussenruimte gaan toe-eigenen. De ruimte tussen de culturen. En als we het hebben over tussen de wal en het schip, dat is van mij. Dat is mijn domein. Dus je kunt ook van een situatie die zich voordoet, die soms lastig navigeren is, zeggen van, nou, deze pak ik gewoon. Die eigen ik mij toe. Naast conformeren was er ook wel sprake van compenseren. Weten met wat voor stereotypen mensen in hun hoofd rondlopen over jou vanwege hoe je eruit ziet. En dus extra vriendelijk gaan praten, extra aardig zijn, nog even extra lachen om vooral niet de indruk te wekken dat je eng of spannend bent.
Een derde thema dat veel is besproken. Talent van kleur erkennen en herkennen. Dan hebben we het natuurlijk over sollicitatieprocedures, over cv's. U heeft vast allemaal wel gehoord van het onderzoek met identieke cv's met Mark en Mohammed erboven. Waarbij Mohammed veel minder vaak wordt uitgenodigd voor een gesprek dan Mark, ondanks het identieke cv. Zelfs als Mark een strafblad heeft en Mohammed niet. Dat bestaat, dat weten we. Dan komt er nog bij dat soms de cv's er wat anders dan gewoon uitzien. Hè? Om vanwege de kleurrijke achtergrond die ik net benoemde. En ook dat betekent dat talent van kleur niet altijd makkelijk herkend wordt. Als het dan herkend wordt, is de vraag wat dat dan doet op zo'n moment. Ik heb iedereen gevraagd. Als je nou, toen je werd benoemd op deze directeurspositie, denk je dat je afkomst, je kleur, je biculturele achtergrond een rol heeft gespeeld? Dat bleek, bijna iedereen zei daarover, ja, dat heeft een rol gespeeld. Ook als ik niet ben uitgenodigd. Het speelt altijd een rol. Mensen zijn nu eenmaal niet kleurenblind, ook al doen ze graag alsof. Dat maakt ook meteen het risico van tokenisme. Het speelt een rol. Anthony die verwees er net ook al even naar. Zo hoorde iemand, een collega, die zei van, joh, je zal hier wel zitten omdat je zo'n knuffel-Marokkaan bent. Nogal wat deelnemers wisten via via dat het over ze werd gezegd. En er waren ook enkele die het dus zoals deze recht in hun gezicht te horen kregen. Je bent een token, je zit er als excuustruus. Je zit er eigenlijk alleen maar of voornamelijk omdat je van kleur bent. En zoals heel veel zeiden, als dat de belangrijkste reden was om mij aan te nemen, dan wil ik de baan niet meer. Er was ongeveer niemand die zei van, ja hoor, als dat de reden is, kom maar op, ik wil daar wel gaan zitten. Daar was meestal niet heel veel enthousiasme over. Sommige mensen zeiden ook, ik krijg er buikpijn van de gedachte dat het misschien zo is, A, en B, dat heel veel mensen dat denken. Er waren ook weer mensen die pakten dat wat lichter op en die zeiden, je bent én goed én bicultureel, dus waarom zou je daar geen voordeel uit kunnen halen in een selectieproces? Wat doet het af aan je kwaliteit? Als je nu het tij een beetje mee hebt, het maatschappelijke tij, en je bent gewoon ook goed, boeien, pakken die kans, gewoon gaan doen. Dat idee van tokenisme maakte wel mensen een beetje kopschuw over gesprekken hierover. En er waren ook vrij veel deelnemers die graag hun cv even wilden benadrukken. Zo van, ja, en ik heb dit gedaan, dat gedaan, zoveel ervaring, dit allemaal gedaan. En ik denk, ja, mij hoef je niet te overtuigen, volgens mij ben je geweldig. Maar dat was ook een beetje een reactie op steeds maar weer bevraagd worden of je wel goed genoeg was. Ik zeg niet dat het feit dat ik zwart ben niet heeft meegespeeld. Ik zeg enkel dat mijn kwaliteiten zo overtuigend zijn dat dat geen vraag kon zijn. En dat is natuurlijk de makke. Als je van kleur bent, heb je dat nodig. Er mag geen zaadje twijfel zijn dat je misschien niet geschikt bent voor deze functie. Want dan laat je al heel snel de verdenking op je dat je daar zit vanwege je kleur en je afkomst. Dan ben je toch aangenomen als directeur van kleur. Dan gaan we de praktijk in, we gaan beginnen. Wat kom je dan allemaal tegen als je de tent binnenloopt? Nou, dat was natuurlijk heel verschillend, hè? 40 mensen, 40 verhalen. Maar er zijn wel een aantal dingen die opvielen bij significante groepen van deelnemers. Ten eerste dat ze doorgaans de eerste en de enige waren op de plek in kwestie. Eerst en de enige van kleur. Meeste organisaties zijn natuurlijk piramides. Dus kleur heb je aan de onderkant nog wel en dan in het middenkader misschien nog een beetje. En hoe hoger je komt, hoe minder dat het geval is. Dan zitten daar 6 witte mannen en ik met elkaar. Allemaal boven de 50. Zo'n eenzijdig gezelschap had ik nog nooit meegemaakt. Het is heel wit aan de top. Ik heb het ook wel eens over de eeuwige sneeuw. Ik denk altijd met klimaatverandering. Nou ja, komt dat misschien vanzelf goed? Ja, in de eerste en de enige zijn, dat heeft natuurlijk ergens iets heel gaafs. En tegelijkertijd is het ook heel confronterend. Dat je iedere keer denkt, oh, ik ben weer echt de enige in deze zaal. Ik ben dus de enige en de eerste die een bepaald geluid of een bepaalde ervaring meeneemt in deze organisatie. En niet iedereen vindt dat meteen heel erg acceptabel. Eigenlijk werd mijn leiderschap niet geaccepteerd. Er was heel veel weerstand. Als ik met suggesties kwam, was er altijd een weerwoord. Hoe weet jij dat? En waar heb jij die ervaring op gedaan? En hoe heb jij die kennis? Klopt dat wel wat je zegt? Weet ik niet zeker. Kun je daar een referentie voor geven? Nou, dat. Hè? Dus niet automatisch gezien worden als de directeur die misschien wel verstand van zaken heeft. Wel merkten veel mensen op dat ze al snel merkten dat ze een nieuw perspectief te bieden hadden in de organisatie. Iets wat veel organisaties ook zeggen dat ze willen, hè?
meer stemmigheid, meer perspectieven. Daar wordt de organisatie beter van. En dat was iets dat de deelnemers ook wel meenden te herkennen in hun eigen ervaringen. Omdat ik een biculturele achtergrond heb, zie ik heel snel hoe de werkcultuur is. Hoe groepen zich tot elkaar verhouden. En door die cultuursensitiviteit zag ik dingen die anderen niet zagen. Als je gewend bent altijd je in een ruimte te moeten verhouden tot een meerderheid, terwijl jij de minderheid bent, als je altijd moet afvragen wat zijn hier nou de normen en de waarden en hoe pas ik hierin, hoe pas ik hierbij, dan leer je heel goed kijken naar sociaal gedrag, naar sociale interacties, naar allerlei patronen. En dat is iets wat een meerwaarde is van deze groep, zo hebben zij zelf ook gemerkt. Ze gingen eigenlijk allemaal wel aan de slag met het D&I-dossier, zelfs als het niet in de officiële taakomschrijving stond, want ze wisten zelf hoe lastig het is geweest, de weg naar de top. Dus is het fijn als je zelf, als je daar eenmaal zit, als je eenmaal macht hebt om daar wat aan te doen. Diversiteitsbeleid dus. Ik ben gewoon vragen gaan stellen over werving en selectie, hoe dat gaat. En ben je je bewust van de biases waardoor je elke keer weer bij dezelfde persoon uitkomt? Dit type vragen gingen ze stellen. Met name het bevragen van vanzelfsprekendheden. Het waarom en het hoe van organisaties die nou eenmaal altijd zo gedaan zijn. Heeft ook wel een kleine kanttekening. Hè? Je wordt al snel in een hoekje geduwd, alsof je alleen maar stokpaardje hebt op dit onderwerp. Ik heb daar wel een grens ook moeten trekken van ik ben niet de diversity officer hier, ik ben gewoon de directeur. Want voordat je het weet, word je behandeld als de diversity officer, word je niet meer serieus genomen in je directeursfunctie. Dus dat was best wel schipper, een enorme motivatie om er wat mee te doen. Maar tegelijkertijd ook wel weten, ja, als ik er te hard op ga, dan kan dat mijn directeurspositie en geloofwaardigheid daarin aantasten. Het is niet een onderwerp dat heel veel mensen altijd superleuk vinden, diversiteit en inclusie. Daar waren veel deelnemers zich van bewust. Heel veel weerstand kwam er ook wel op dit thema, dat maken heel veel organisaties mee. Dus ze hadden ook bijna allemaal wel een bepaalde strategie om dat rustig aan te pakken. Ik verpak het in taal die niemand kwetst. Je moet luisteren. Als we dit probleem willen oplossen, moeten we het samen doen. En dat gaat niet gebeuren als ik alleen maar ga vechten. Er was heel veel pragmatisme, maar ook oprechte empathie voor mensen voor wie het een beetje eng, een beetje spannend, een beetje nieuw was. Dus dit kwam voort uit verschillende motivaties eigenlijk om er niet met gestrekt been in te gaan. Enkelen merkten ook wel op dat als zij type gestrekt been waren geweest, dat ze dan überhaupt nooit op een directeurspositie terecht waren gekomen. Dit komt eigenlijk heel erg overheen met kenmerken van inclusief leiderschap, zoals meer uitgebreid in het rapport wordt beschreven, wat past bij deze groep. De kleur van onveiligheid was een vijfde thema. Iedereen had zo wel zijn lastige ervaringen meegemaakt. Maar er waren ook wel een klein subgroepje dat overigens naarmate de tijd vorderde steeds groter werd. Op het moment dat ik dit rapport schreef waren er 6 mensen van wie ik dacht, oeh, die of al niet meer in functie waren overigens op het moment dat ik ze interviewde, of in heel erg zwaar weer zaten. En inmiddels zijn dat er 12 van de 40 die na mei 2020 zijn benoemd. Dat is een patroon. In het rapport gaat het nog over 6 en ook wel een uitgebreide groep voor wie een aantal elementen golden. Wat het vaak zwaar maakt en soms ook onveilig doet voelen als persoon van kleur, als aan de top van een organisatie staan, is dat het voelt alsof je een dubbele baan hebt. Je neemt je voor, als ik aan de knoppen zit, dan ga ik het verschil maken. En dat doe ik uiteindelijk ook, maar ik merk wel hoeveel buikpijn dat oplevert. Want je moet natuurlijk gewoon en de tent runnen, en je voelt je verantwoordelijk voor het hele diversiteit en inclusie en de toekomst voor andere mensen van kleur in je organisatie op je schouders rusten. En die verantwoordelijkheid, die is soms zwaar. En elk gesprek over diversiteit en inclusie in je organisatie, dat jij misschien wel leidt, gaat ook over jou. He, dus het is niet zomaar een dossier, het is niet zomaar een thema, het gaat ook over jou. Dus die dubbele baan, er zijn ook wel mensen die zeiden, ik zou eigenlijk dubbel betaald moeten worden. Nou, dat is, ik denk niet dat ze dat erdoor krijgen. Maar mensen voelden ook niet altijd heel veel steun. En vaak wisten de mensen boven deze mensen, raden van toezicht vaak, hè, niet wat ze konden verwachten. En het is een hele kwetsbare positie. Dus als ze dan kwamen met van ja, ik voel gewoon totaal geen draagvlak op de werkvloer, ik word niet serieus genomen, er wordt aan mijn stoelpoten gezaagd, dan wilden die raden van toezicht wel eens zeggen, nou, heb je dat wel goed begrepen?
klopt dat eigenlijk wel? En ja, dat is altijd een beetje moeilijk. Hè? Dus die uitdagingen werden ook niet serieus genomen. Er waren deelnemers die onvoorwaardelijke steun hadden van hun leidinggevende, wat echt heel gaaf en bijzonder was. Maar heel veel mensen zeiden, nou, het houdt niet over. Dan komen we bij een wat extremere vorm van onveiligheid, de glazen klif. U kent misschien wel het glazen plafond, waar vrouwen en andere mensen uit gemarginaliseerde groepen mee te maken hebben, zodat je niet de top bereikt. Maar dan is het glazen plafond eenmaal uit elkaar gebarsten. Sta je daar aan de top, blijk je op een glazen klif te staan, die dus ook elk moment kan afbrokkelen, zodat je de afgrond indondert. Wat blijkt namelijk uit onderzoek dat al veel gedaan is met vrouwen aan de top, en een klein beetje met mensen van kleur aan de top, voornamelijk in de Verenigde Staten. Vrouwen worden vaker in topposities benoemd op het moment dat organisaties in de problemen zitten. Als de winst daalt, als er werkvloerproblemen zijn, als er al 3 directeuren in 5 jaar zijn versleten. Kortom, als iedereen langzaamaan het gevoel krijgt, het roer moet om, want dit gaat helemaal mis. En dan denken ze, het roer moet om, weet je wat, we nemen een vrouw. Weet je wat, we nemen iemand van kleur. Een heel ander perspectief, alles moet anders, hè? Want daar zijn we helemaal aan toe. Kom maar op. Wat blijkt? De vrouw, de persoon van kleur, de vrouw van kleur wordt aangenomen op die positie. Denkt, nou, ik ga hier inderdaad maar eens alles anders doen, want dat is ook wel nodig. En dan blijkt dat de hele organisatie zich helemaal te pletter schrikt, want zo anders was nou ook weer niet de bedoeling. Dus de kans op afbranden is al groter, omdat je wordt aangenomen in een organisatie waar de problemen al groot zijn. En vervolgens wil je verandering bewerkstelligen, wat eigenlijk nooit iemand leuk vindt. Nou, en dan blijkt dus ook dat het risico op burn-out, ontslag nemen vroegtijdig of ontslag krijgen wat groter is in deze casussen. Ik kwam dit bij 5-6 mensen minstens meerdere elementen tegen. Op het moment van interviewen later had ik de indruk dat het er meer waren dan ik op dat moment wist. Dat gaat gepaard met dit type gevoelens. Ik voel me niet veilig. Ik zie gewoon dat ik klein aan het worden ben en dat wil ik niet. Ik vind mezelf best sterk, maar ik zit soms in vergaderingen en ik doe mijn mond niet meer open, want ik verlies aan kracht. Dan sta je dus op die glazen klif en weet je dat je eraf kan donderen. En dan is de vraag, ga ik hier wel of niet mee door? Omdat die motivatie zo groot is om door te gaan, om iets te kunnen betekenen, is dat best een lastig besluit. En dat brengt mij bij thema 6, een kleurrijk toekomstbeeld. En dat gaat over rolmodel zijn, de lusten en de lasten. Ik kreeg van heel veel mensen van kleur reacties, zelfs bloemen. Echt gigantisch rolmodel bleek toen. Had ik eerder nooit zo bij stilgestaan. Er waren best een hoop mensen die zich totaal niet hadden gerealiseerd wat het betekent voor heel veel mensen van kleur als daar ineens iemand in die directiepositie staat. Mailtjes, belletjes, iedereen wil met je koffie drinken, fantastisch. De last ervan is natuurlijk dat je weet dat je ook niet mag falen. Want er staat een hele achterban mee te kijken die zegt, jee, en die wil je ook niet teleurstellen. Ik dacht, wil ik dit wel blijven doen, maar ik wil niet degene zijn die weggaat omdat het niet lukt. Het is groter dan mijzelf. Dat is mooi, maar ook wel een last. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat als een vrouw of een persoon van kleur faalt, dat er wordt gezegd, zie je wel, ze kunnen het niet. Terwijl als Kees faalt, dan is Kees gewoon een lul. Hè? Dus dat is een beetje het verschil. Dus dit is best een lastige positie. Rolmodel is heel mooi en het kan ook veel voor een kleurrijk toekomstbeeld betekenen als je mensen kan inspireren en ondersteunen. Maar tegelijkertijd kan het ook zwaarder maken om te dragen als het lastig wordt. Toch is er voorzichtig optimisme bij vrijwel iedereen in deze groep. Ik denk ook niet dat je komt waar deze mensen zitten of blijft waar deze mensen zitten als je dat niet enigszins kunt opbrengen. Ik ben daar wel optimistisch over, hè, over een kleurrijke toekomst. Al denk ik wel, we hebben het hier al wel heel lang over. Maar tegelijkertijd zie ik ook echt wel veranderingen. En dan denk ik, dit zijn wel blijvende veranderingen. Dit was voor de... precies. Voor de verkiezing en voor het uiteindelijke... Nee, dat klopt. De gesprekken daarna waren ook wel iets minder optimistisch, moet ik eerlijk zeggen. Aanbeveling. Het is niet het type onderzoek, hè, van als je A doet, dan krijg je B. Het was geen randomized control trial met allemaal voor- en nametingen en statistiek. Maar ik heb wel aan de deelnemers gevraagd, en ook op basis van hun verhalen, wat moeten organisaties, waar zouden ze over na moeten denken? Wat zijn nou een beetje de richtingen waar ze wat mee zouden kunnen? Dat zijn er 5 geworden. De eerste in het kort. Bezint eer je begint. Is de organisatie klaar voor kleur aan de top? Is er voldoende draagvlak, steun van bovenaf en vooral motivatie om vanzelfsprekendheden te bevragen?
Als dat niet zo is, moet je je afvragen wat je iemand aandoet die je daar neerzet en of de kans op falen niet veel te groot is. Wees realistisch. Problemen in een organisatie rond diversiteit en inclusie worden niet opgelost door één persoon van kleur in een leiderschapspositie. Mandaat en breed gedeelde verantwoordelijkheid zijn noodzakelijk. Zoals meerdere mensen zeiden, niet één, maar twee aannemen. Eenling is geen... hoe was die ook alweer? Enkeling is drenkeling en één is geen en al die varianten. Twee zal een heel stuk beter te doen zijn. Neem de ervaringen, zorgen en suggesties van werknemers en leiders van kleur over beperkende normen en racisme in de organisatie serieus. Niet wegkijken, ontkennen of bagatelliseren. Ik krijg ook wel eens reacties van, ja, maar waar zijn nou je statistieken en je staafdiagrammen? Er zijn mensen die alleen een verhaal serieus nemen als er een staafdiagram bij getoond wordt. Dat is dit onderzoek niet, juist ook omdat ik een pleidooi wil houden voor gewoon luisteren naar de ervaringen van mensen die het kunnen weten. Verleg de focus op individuen en interpersoonlijk gedrag naar een focus op structuren en de werkcultuur als het gaat om een inclusieve organisatie. Het is heel makkelijk om het op de bad apple, hè, op de rotte appel te zeggen. Ja, hij is gewoon een vervelende racist of zij. Maar dan moet je je afvragen, waarom werkt die persoon daar? Waarom kan die dat gedrag vertonen zonder dat iemand daar wat van zegt? Hè? Dus het gaat om het bredere plaatje eromheen, niet om die ene persoon en die ene interactie. Daaraan gerelateerd vermijdt de valkuil van een focus op de gemarginaliseerde groep als bron van problemen, verleg de aandacht naar de organisatie. En dat het aanpassingsvermogen niet alleen van mensen van kleur hoeft te komen. Er zijn allerlei klasjes, hè? Allemaal hele mooie mentorprogramma's voor mensen van kleur, zodat ze naar de top, hè? Zodat ze weten hoe alles werkt. Nou ben ik helemaal voor mentoring, daar kan iedereen wat aan hebben. Dat is al heel nuttig. Maar niet met de gedachte, we gaan zorgen dat jullie je allemaal precies zo gaan gedragen als iedereen, zodat je mee kan doen met zoals iedereen al zich gedraagt. Dat is geen inclusie. Dan zeg je, wij zijn wat wij zijn en jij mag meedoen. In plaats van, wij kunnen ook best iets anders zijn. He? Wij kunnen misschien ook wel nadenken over of wij iets anders zouden kunnen zijn dan we nu doen. Ook een belangrijke. Na afloop van, toen het rapport is uitgekomen, kreeg ik ontzettend veel mailtjes en berichtjes op LinkedIn van mensen van kleur, niet altijd in leiderschapsposities, die mij iets wilden vertellen over hun ervaringen. Ik voel me gehoord en gezien, zeiden mensen, heel veel mensen. Ik herkende elk woord, dank je. Ik realiseer me nu dat het niet alleen mijn ervaring is, het is systemisch. Ik heb gehuild toen ik je rapport las. Dingen die ik nooit goed kon verwoorden staan in jouw rapport beschreven. En dit is niet om mijn rapport op te hemelen, maar dit is om aan te geven dat het niet om 40 deelnemers alleen gaat. Het zijn er 40 plus 40 plus 40 plus 40. Dit patroon wordt herkend door zoveel mensen. Ook mensen na lezingen die op me afkomen, die zeggen, nou ja, hè, al die citaten, er staan er 178 in, zeg ik uit mijn hoofd, hadden van mij kunnen zijn. Ik denk iedere keer, oh, dat had ik ook kunnen zeggen. Oh, dat had ik ook kunnen zeggen. Oh, dat heb ik wel eens gezegd. Hè? Dus het is echt wel iets wat iets weerspiegelt dat groter is dan dit alleen. Ik had er net eentje, en daar ga ik even naar terug. Eén zwaluw maakt nog geen zomer en 40 leiders van kleur maken nog geen postraciale samenleving. Die zet ik erin omdat ik weet, en soms lees ik het, soms hoor ik het, dat mensen zeggen van, maar ja, als er 40 directeuren van kleur zijn, dan kan het toch allemaal zo slecht niet zijn. Hè? Hoezo institutioneel racisme als al deze mensen daar zitten? Ja, u wordt er geïrriteerd van, maar ik hoor hem best wel vaak. En daarom zet ik deze erin. Het feit dat er mensen zitten, dat er misschien wat vooruitgang is, maakt één niet dat die mensen het niet veel moeilijker hebben dan de witte directeuren die in vergelijkbare situaties zitten. En maakt twee ook wel belangrijk. Het is een soort exceptionalisme. Deze mensen, dat zijn vrij exceptionele mensen, anders kom je er niet met deze achtergrond. En dat is natuurlijk super gaaf. Het zijn mensen tegen wie je kunt opkijken. Maar je wilt natuurlijk eigenlijk ook gewoon dat, nou, net als overal, ook mensen die gewoon goed zijn, directeur kunnen worden. Zoals dat op heel veel plekken het geval is. Het recht op middelmatigheid, heb ik dat ook wel eens horen noemen. Dat exceptionalisme kan namelijk ook een beetje afstotend werken voor de jongere generatie. Van ja, dat is onhaalbaar. Dat kan ik nooit worden. Je mag ook gewoon oké en goed zijn. En dan ergens komen en carrière maken en waardering krijgen. Nou, en dat is waarom deze verhalen niet maken dat het allemaal wel snor zit. En dat laten deze citaten ook allemaal zien. Dit was in een nutshell waar mijn rapport over ging. En we gaan ongetwijfeld met vragen en discussie nog verder in
op de verschillende thema's. Dank u wel. Dankjewel, Judy Mestman, hoogleraar maatschappelijke verantwoordelijkheid en impact. We gaan nu met elkaar in gesprek en ik heb mensen druk zien schrijven. Waarschijnlijk allerlei vragen die je aan Judy wilt stellen. Dat kan zometeen uiteraard ook. We krijgen een microfoon. Oh ja, 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 tuurlijk. Dat gaan we zometeen doen, die heb ik nodig. Dankjewel. Als we dan toch aan het applaudisseren zijn, mag ik een hartelijk applaus voor de organisatie en de techniek. Jazeker. Ik ga twee van de panelleden alvast naar voren vragen. Mag ik een hartelijk applaus voor Ahmed Polat, fotograaf, filmmaker, veel meer dan dat, hoofdredacteur bij Human. Jazeker, neem alvast plaats. Ja, ja, ja. En met jou andere panellid die jullie nog niet gezien hebben of wel al gezien hebben lopen. Asfa Bijnaert, directeur van Stichting Musea Kleur, Bekende Kleur en Educatie Studio. Dank. Fijn dat jullie hier vanavond met ons zijn. Terwijl jullie waarschijnlijk allebei heel graag het Nederlands elftal willen kijken. Voor de mensen die stiekem aan het kijken zijn, niet doen. Maar goed, ik kan je wel vertellen dat Nederland nog steeds met 1-0 voor staat. Dus dat geeft een goed gevoel. Stiekem zelf zitten kijken. Telepathisch, ja, telepathisch. Mijn allereerste vraag die ik jullie zou willen stellen. Ik begin even bij jou, Ahmed, als je het zou willen. Hoe heb je geluisterd naar het verhaal van Judy? Want je kende het rapport. Want je komt ook in het rapport voor. Verklap ik maar alvast. Maar terwijl jullie sprak... ik zat natuurlijk naast je. Ik voelde ook het een en ander ontstaan. Je lachte een beetje, je zuchtte een beetje. Hoe heb je naar het verhaal geluisterd van jullie? Oh, het is heel erg herkenbaar. Maar ik voelde het ook een beetje in de zaal, hoorde ik het ook. Ja. Ik was al gelijk nieuwsgierig naar wat iedereen hier ook brengt en het gesprek hier. Maar ja, als het even bij mij, ik herken alles. Dus dat is het eigenlijk. En het is niet de eerste keer dit gesprek. Ik moet ook zeggen, en ik zei het ook al aan de voorkant, ik had vorige week een bijeenkomst binnen de publieke omroep. En dat gevoel dat je dan weer even toch van tevoren, en ik zeg het ook tegenwoordig tegen mijn collega's, van ik wil heel graag dat ze het weten, dat ik toch met een raar gevoel in mijn maag zo'n gesprek inga. Mm. Elke keer weer. En ze zeggen van ja, maar jij presenteert toch altijd heel lekker. En dan... Ja, over creatieve vakken en mooie onderwerpen en thema's of verhalen. Maar hier ligt gewoon altijd iets extra's. En dat wordt ook gewoon verwoord, dat iedere keer. Dat extra verantwoordelijkheid, extra... Oh, je mag hier niks zeggen wat niet helemaal klopt. Of hoe ga ik hier fout ingaan, ben ik nu te gevaarlijk, ben ik nu te vervelend? Ja, neem ik nu iedereen mee? Ja, is niemand uitgesloten? Voelt iemand zich ongemakkelijk? Ja. Al die dingen die lezen hier terug. En dat is ook iedere keer hoe je... In dit gesprek, ik erin zit in ieder geval. Asfa, hoe is dat voor jou? Hoe heb jij geluisterd? Ja, ik denk, ik kan me aansluiten. Het is heel herkenbaar, voelbaar ook. Ik maak het ook dagelijks mee in mijn werkzaamheden. Ik werk ook echt met dit thema verder. Ik kan niks aan toevoegen. Het is eigenlijk gewoon heel helder gezegd dat door jou. Ja. Ja, en Human ken ik gewoon toevallig, omdat Ahmed en ik elkaar ook goed kennen. Asfa, jij bent dus directeur van Stichting Musea Bekende Kleur en Educatiestudio. Iedereen hier in de zaal kent jou en het werk dat je doet, maar ik nog niet. Wat voor moois doe je met deze stichting? Musea Bekende Kleur, hè? Maar dat slaat heel goed aan hierbij. Zal ik dat eens vertellen? Ja. Musea Bekende Kleur, dat is op dit moment een behoorlijk groot platform waar 40 musea landelijk zich bij hebben aangesloten. Ik heb een concept bedacht om directeuren van musea inclusiever te laten worden, of tenminste dat de instelling inclusiever wordt. Ik zoom in op het ongemak dat diversiteit en inclusie oproept bij heel veel mensen. Dus al deze directeuren neem ik mee in een traject om bewustwordend het ongemak te voelen, het te bespreken met elkaar, ook te werken aan inclusie binnen de organisatie. Dat zijn geen gemakkelijke bijeenkomsten. Het zijn bijeenkomsten met safe space. Het ongemak wordt getackled. We praten over, zijn er protocollen racisme?
Wat is de mythe van de diversiteitsmedewerker? Is dat een mythe? Kan één medewerker dit allemaal dragen? Wat straalt je museum uit? Wat zijn een beetje lastige gesprekken die je voert? Bijvoorbeeld dat wij in zo'n sessie praten over de vacatures. Dan wil je mensen aannemen van ja, kleur ook wel. En dan kan iemand zeggen van tijdens zo'n training, want dan word je eigenlijk toch wel uitgelegd hoe kan je vacatures inclusiever schrijven, hoe kan je beter werven op anders. En dan zegt iemand van nou ja, weet je, ik doe dit al jaren, zit ik hier als HR-manager. En ik wil eigenlijk toch ook wel gebruik maken van mijn mensenkennis en mijn levenswijsheid. En ik wil ook gewoon een klik hebben met de persoon. En dan is, als je dat altijd blijft doen en zo blijft denken, dan heb je nooit iemand geheel anders in de organisatie, omdat je steeds daaraan vasthoudt. Constant je bias. Ja. Of ook wel dat mensen zeggen, directeuren zeggen, ja, maar ik zie geen kleur. Ik werk al zo. Ik ben kleurenblind. Ja, ik ben kleurenblind, dat hoor je heel veel. Ja. Er zijn zoveel voorbeelden die ik kan noemen over... Over het ongemak. Ja, over het ongemak. Ja. En Ahmed, natuurlijk een hele rare vraag, maar ik ben ook gevraagd om een rare vraag te stellen vanavond. Is dit nog nodig als we kijken naar inderdaad toch al aardig wat mensen van kleur in de top? We zitten alweer in 2024. Is dit nog nodig? Het is een hele grote vraag. Ja. Is het nodig wat zij doet? Is het nodig dat we hier zitten? Dat dit rapport is en dat we hier vanavond met elkaar zijn om hierover te praten. Is het niet al vanzelfsprekend? Ja, ik denk dat het mooie werd eigenlijk al een beetje omschreven. Ik wil er even bij stilstaan. Dat de reactie van mensen die dit rapport lezen, wat het is geen roman en het is ook niet een verhaal wat je, als je het leest, dat het emotie opwekt, maar de feiten wekken emoties op. Mm-hmm. En daaraan herken je dat het dus nog steeds heel erg nodig is, want er wordt iets bevestigd wat al heel lang persoonlijk bevochten wordt bij iemand als individu die dat dan moet bewijzen aan de hand van ervaringen. En we hadden het net over emotional labor, het werk wat je verricht, wat eigenlijk niet je werk zou moeten zijn, maar wat je de hele tijd moet doen. En nu ligt er ook misschien toch wel iets waar je aan kan vastklampen en houden om te zeggen van wacht even, ik haal hier ook wat uit, ik kan hier ook ervaringen delen. Bij mij lag het al binnen een paar weken bij ons in de groep om te discussiëren en het helpt. Ja, zo fijn. Ik had ook het gevoel, we gaan zo de zaal in, hè, als we de andere sprekers er ook bij betrekken. Ik had zelf ook het gevoel van, gek is dat, hè? Dat je, ik bedoel, ik ken heel veel mensen van kleur natuurlijk, ook in allerlei leiderschapsposities. Je spreekt er in ieder geval niet. Ik spreek er niet heel veel over. Spreek je er met collega leidinggevende van kleur over wat je meemaakt? Ja, maar het is niet zozeer. Dus er zijn verschillende gesprekken die gevoerd worden. Dus ook DNY. Ik zit nu denk ik iets van anderhalf jaar bij Omroep Human en VPRO is gezamenlijk trouwens. Dus ze zitten met gezamenlijk omroepen bij elkaar, waar dan ook deze gesprekken gevoerd worden. Makerschap, meervoudige perspectieven toelaten op verhalen, enorm belangrijke thema's, maar ook hoe breng je het weer over aan de partijen die daar beslissingen over maken, of het dan op de buis mag en of dat dan genoeg, of dat niet. Er wordt heel vaak ook gezegd van verhalen met meervoudige perspectieven, maar heel snel komt het in een niche terecht. Dat is niet handig, want je wil meer bereik. Wat ook een onderdeel is van de omroep. Dus er zijn heel veel gesprekken over, dus daar zit het hem in. Maar dit zit hem ook gewoon op heel individueel niveau. Gewoon hoe iemand binnenkomt, zich voelt. Even kan zeggen van ja, ik weet niet of ik kan code switchen in dit verhaal, want ik ken dit niet. En dan een bakje thee drinken, dat doe ik dan meestal, helpt. Omdat je toch iemand van in een leidinggevende positie kan net iets anders zeggen of geven dan een collega. Hoe fijn dat ook is dat ze er zijn. Mm. Dus het zit hem continu in alles. Die ongemakkelijke gesprekken. Niet uit de weg gaan, maar juist de deur dicht en gaan even praten. Even stilstaan. Wat we hier net hebben gezegd, wat er gebeurde. Belangrijk. En gelukkig zijn de mensen, in ieder geval waar ik zit, ontvankelijk. Dus dat is heel fijn. Aswa? Ja, de vraag, is dit allemaal nog nodig?
Zolang wij hier nog met elkaar zitten en naar onderzoek luisteren dat verricht is, wanneer de samenstelling van het publiek nu voornamelijk gekleurd is, want ze herkennen zich erin en willen het heel graag horen, zolang zij dat verhaal steeds maar weer moeten blijven vertellen, dan is het nog nodig. Maar het is nu ook de tijd dat witte leidinggevenden zich gaan roeren en gaan zeggen, wij gaan dit oppakken en wij willen hiermee aan de slag. En laten wij met elkaar gaan praten, wat doen wij nog niet goed? En zolang dat nog niet gebeurt, is dat nog nodig, ja. Check. Zeker. 178 citaten, toch, zitten erin, zo ongeveer. Het zijn een hoop citaten, we hebben een aantal voorbij zien komen. Er is mij ook gevraagd om even samen met jullie te kijken naar welke citaten jullie het meest aangesproken hebben, of in ieder geval dicht bij jullie staan. Aswa, heb jij er al eens scherp? Ik zie allemaal mooie plakkertjes. Ja. Dit deed ik ook in mijn eerste jaar van mijn studie, daarna was het... Zijn er mensen in de zaal die een citaat hebben? Sowieso kom ik zo meteen op, hoor. Van alles. Ja, kom zo. Oh, kom, de vragen zat, want ik heb ook vragen aan jullie zo meteen. Waarvoor ben je hier eigenlijk vanavond? Zou ik je zo meteen nog even willen vragen. Maar eerst even naar Aswa aan. Ik heb mijn bril niet op, ik ga mijn best doen. Ik ga er altijd vanuit dat alleen al mijn aanwezigheid beangstigend gaat zijn voor mensen. En daarom moeten ze me leren kennen als een persoon en begrijpen dat ik een mens ben in plaats van een idee. Mm. Ja. Mooi. Ja. Waarom spreekt die je zoveel aan? Ja, omdat ik mijn ervaring is, en dat kan ik weer staven extra met musea bekende kleur. Als musea zich bij mij aanmelden om mee te doen met dit traject, dan kom ik bij ze langs. En dan zitten directie, zakelijk, artistiek directeur, stafleden. Ik kom binnen, we gaan zitten in een kring en ik heb een paar vragen. Onder andere, wat is de kleur van je organisatie? Waarom wil je kleur bekennen? Welke kleur wil je precies bekennen? Waarom nu en niet eerder? En zo ga ik zo diep mogelijk in op wat is de pijn die de organisatie heeft. Het is gespannen aan tafel. Je ziet dat mensen krampachtig zijn. En wat zal ik zeggen, soms jokken ze ook. De een zegt, ja, we hebben al veel meer kleur daar. En dan zegt een ander, nou, valt toch wel best tegen. En aan het eind van het gesprek, anderhalf uur, dan zeggen ze... Wat een opluchting, want toen je binnenkwam, dachten wij echt, dit wordt heel moeilijk. Mijn ervaring is dat ik streng overkom. En dat is waarschijnlijk te maken met mijn huidskleur. Dat ze denken, oh, daar komt iemand, diversiteit, en she's black, and she's gonna take us. En dan, wat ik dan zelf doe, is inderdaad, verbindende stem opzetten. Het de ander gemakkelijk maken. Ik ben niet bedreigend. Ik ben ook best aardig. Ik ben me er ook wel van bewust dat ik dat doe. Ja, ik moet oprecht een traan laten en lachen tegelijk. Sorry. Toch? Dus, wie herkent dit? Wie, ja, herkent het. Inderdaad, herkennen mensen in het herkennen dat. Dus inderdaad, hou dat even vast ook voor zometeen het gesprek. Want het zei je ook net, hè? Een van de uitkomsten uit onderzoek. Nee, daar moest ik lachen, sorry. Ja, ik zat naast jou. Hè. Dat, bij herkenning voel ik jou... Zowel je lach als je soort gevoel dat je denkt onverbale van communicatie dit, ja. Is heel helder herkent, bij mij. Ja. Fijn ook, want weet wat ja, er is. Nou, dat is weet wat er is. Fijn. Welk citaat sprak jou aan? Ja, nee, ik vind het heel raar om andermans citaten. Ik had er gewoon eentje uitgepikt. Zelf, hè? Ja, sorry. En dat geeft niet, want die zat ook in de presentatie volgens mij. Hè? Dus ik dacht van, ik ga gewoon vieren wat ik gezegd heb. Ik ben de tussenruimte. Gaan toe-eigenen, de ruimte tussen de culturen. Als we het hebben over tussen de wal en het schip, dat is voor mij, dat is mijn domein. En dat, ja, een soort, ik weet niet, het komt ook eigenlijk door mijn werk hiervoor. Ik ben heel lang fotograaf en filmmaker. Fotograaf des Vaderlands, daar kennen we je van. Ja, dat ook nog, ja. Ik ben echt zo'n hashtag-maker die alles heeft doorlopen. Maar goed, ik heb ook een theatervoorstelling gemaakt met Rashif El-Kaoui, met het Zuidelijk Toneel, dat heette De Bastaard. En dat ging heel erg... Ik sprak voor het eerst... Rashif El-Kaoui is een Vlaamse, Marokkaanse theatermaker met wie ik voor het eerst eigenlijk een dialoog had over de tussenruimte. De ruimte tussen de culturen. De ruimte die eigenlijk door niemand
wordt geclaimd of waar niemand eigenlijk bij wil horen, maar wat wij dan gewoon zijn. En dat is, dat vond ik zo'n mooi gegeven. Ik dacht van, nou, dat is waar ik me dan gewoon prettig voel. En alleen het grappige is dat je in de rol van directeur of bestuurder is er dus geen ruimte voor tussenruimte. Dus je het overdenken, het twijfelen, het reflecteren. Dat is best niet een gegeven wat daar zomaar vanzelf kan zijn. Ik praat trouwens over ervaringen voordat ik bij Human zat, want Human is een omroep die enorm veel reflecteert. Mm-hmm. Het filosofische quintet, dat is Human. Dus daar ligt gelukkig wel ruimte om dat te doen. Maar het systeem zelf is daar niet op ingericht. Dus het is alleen maar de welwillendheid van collega's en mensen om je heen om even stil te staan bij wat er speelt. Check. Dan gaan we nu Anthony en Judy vragen om ook plaats te nemen bij ons. Want er zijn volgens mij zat vragen. Mag ik de handen zien van mensen die een vraag hebben voor... Ja, je wilde applaudisseren. Zullen we dat maar gewoon doen? Ja. Even applausje hoor. Ze zijn erbij gekomen. Dank. Ik vind dit zo gek. Schrijf deze even weg, want anders lijkt het net... Waarom gaat die gozer er niet gewoon bij zitten? Omdat ik gewoon aan het werk moet. Ik ben ook vervent hardloper. Dus ja, zullen we daar... Ik zie jouw hand als eerst. Ik zie jouw hand als eerst. En, nee, dat geeft niet hoor. Ik hou de microfoon vast, want anders wordt de techniek heel boos. Wat is uw naam? Vanuit welke hoedanigheid bent u hier en welke vraag heeft u? Ik ben Saskia Blom. Ik ben zelf natuurkundige. Maar ja, Judy heeft een keer in een webinar in Eindhoven opgetreden. Dus ik volg dit en ik volg ook alle problemen hieromheen. En mijn vraag is, als je als leider van kleur de top bereikt, dan heb je al heel veel aangepast. Ben je niet van... met het gestrekte been erin gaan. Maar als ik kijk naar wat juist mensen die aanpak niet hebben zeggen tegen andere mensen die wel met een gestrekt been erin gaan, is van dat zij het verkeerd doen. En ja, mijn ervaring is bijvoorbeeld, wat je ziet met Extinction Rebellion of zo, is dat je eigenlijk allebei nodig hebt. Dus mijn vraag is eigenlijk van hoe kun je mensen faciliteren die er wel met een gestrekt been in gaan, zodat er af en toe toch wat grotere signalen naar buiten gaan. Ontzettend mooie vraag hebben we tijdens het avondeten. Ja, hebben we tijdens het avondeten net over gehad. Judy of Anthony, wie zou wie wil? Ja. Ik ben het helemaal met u eens dat we dat allebei nodig hebben. Het gestrekte been, de breekijzers, die zijn gewoon keihard nodig. Denk aan Kick-Out Zwarte Piet, hoewel die overigens doorgaans in ieder geval altijd geweldloos waren en ook heel vriendelijk. Maar wel echt herrie hebben gemaakt. En toen werd er ook wel eens gezegd van, goh, kan dat niet allemaal wat zachter? Nou, dat is 50 jaar geprobeerd en toen veranderde er niks. Dus je hebt mensen nodig die herrie maken, die aan deuren gaan morrelen en die zonder enige... Dus die niet altijd zacht gaan praten, fluwelen handschoenen aantrekken enzovoort. En dan heb je daarna, als er een langzame verandering op gang komt, de mensen nodig die het in de trenches, in de organisaties, overal... op een andere manier weer brengen, omdat je ook die stille meerderheid, de late adopters, langzaamaan moet meekrijgen. Ja. Dus je hebt ze inderdaad allebei nodig. Het onbegrip is twee kanten op, hè? Want er zijn ook breekijzers die de verbinders maar zwakkelingen vinden. En vinden dat zij heulen met de vijand tussen grote aanhalingstekens. En er zijn inderdaad mensen die meer de verbinders zijn, die zeggen die breekijzers die doen het allemaal fout en die geven ons een slechte naam. Het liefst gaan we natuurlijk met z'n allen ervoor staan en pakken we allemaal onze rol en waarderen we ook al die rollen. Hoe we dat exact moeten doen, heb ik geen antwoord op, maar misschien iemand anders wel. Wie zou nog aan willen vullen? Nou, ik zou alleen willen zeggen dat degene in de aanvoering, zoals Kick-Out Zwarte Piet, Piet is racisme, ook de vrouwen van het eerste uur feminisme, Zij met hun harde stem en hun zogenaamd woeste acties, claimen zij eerst de ruimte. Mm-hmm. En binnen die ruimte komt de ruimte voor nuancering. En dan kan een ander er met minder gestrekt been in. Dus ik denk dat het elkaar echt nodig heeft. Ja. Het rekt de ruimte op om vervolgens de verbinding en verandering teweeg te kunnen brengen. Blijft wel dus een ondankbare taak voor de mensen die die ruimte moeten oprekken. Want ja, die vinden we allemaal, of vinden we allemaal in de samenleving niet zo heel lief.
Ja, nog één reactie daarop ook. Ik vind ook dat je, ik heb het zelf ervaren, als maker kan je andere dingen doen dan als bestuurder. In raden van toezicht kan je weer andere dingen doen dan als directeur. Dus je moet ook gewoon iemand zei altijd, het gremium gebruiken en kijken hoe het werkt en waar het voor is. En als laatste, daar mag je ook tussenin bewegen. Je hoeft niet altijd degene te zijn met het gestrekt been, maar je kan ook soms met een gestrekt been, soms bemiddelend, soms gewoon luisterend en daarna weer terug met je gestrekt been. Mm. Dus ik vind het ook soms even, je mag ook veranderen daarin en ontwikkelen daarin. Top. Volgende vraag. Naam, vanuit welke hoedanigheid zit je hier en wat is je vraag? Mijn naam is Yves Olijkbe. Ik zit hier vanuit interesse toevallig. Jullie kwamen op mijn LinkedIn-tijdlijn. Ik dacht, best wel interessant. Tof. Dus blij dat ik hier vanavond kan zijn en bedankt voor je onderzoek. Mijn vraag komt eigenlijk, ik was laatst bij Internationale Vrouwendag in het pakhuis De Zwager. En daar was SPEAK, een activistische organisatie die eigenlijk vrouwen met een moslimachtergrond of islamitische achtergrond ondersteunt bij moeilijkheden die ze ervaren op het internet of in het publieke domein. En mijn vraag is eigenlijk, in jouw onderzoek, ik heb het zelf nog niet helemaal gelezen, kwam je ook een verschil tegen in mensen die bijvoorbeeld een hoofddoek dragen of niet bijvoorbeeld christelijke achtergrond hebben of uit het Caribisch gebied komen, dus in hun geschiedenis hebben ze misschien al wat meer contact gehad met de Nederlandse cultuur? Of zag je een verschil tussen de respondenten? Die vraag. De groepen is. De subgroepen zijn te klein om heel erg hard te kunnen zeggen. Ja, er is een duidelijk verschil tussen groepen A, B en C of wat dan ook. Er zit wel een hele sectie in het rapport die daar wel over gaat. Dus waar wel een aantal dingen worden benoemd die met name zwarte deelnemers leken te noemen. Die met name mensen met een islamitische achtergrond noemden. En Aziatische deelnemers. Ik moet voorzichtig zijn dat onderscheid dus al te hard maken vanwege de relatief kleine aantallen. Er zat één vrouw met een hoofddoek in de groep van 40. En die ook zei dat, je komt nog wel vrouwen van kleur tegen. En ook nog wel vrouwen met een achtergrond in bijvoorbeeld Turkije en Marokko. Maar met een hoofddoek in een toppositie. Nou, dat is in een witte organisatie. Dat is eigenlijk, dat kom je bijna nooit tegen. Dus dat was wel duidelijk een verschil in acceptabel, hoe acceptabel dat is. Ja. In het kort. Hebben we 1, 2, 3, 4. Ja, nog niet, hè? Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Doen we dat, hou me er ook aan vast als ik iemand oversla. 1, 2, 3, 4. Zo, 1, 2, 3, 4, 5. Ik wil niemand tekort doen als denkt iemand, waarom gaat hij mij? Passeert hij me? Naam, vanuit welke hoedanigheid ben je en wat is je vraag? Er gaat een telefoon af ineens. Die gaan we nu gelijk stilzetten even. Roeselien Wekker, adviseur diversiteit en inclusie. Alle standaard opmerkingen. Ik oefen erop. Ik heb mijn pakket aan toverzinnen. Maar toch zou ik van jullie graag willen weten, hoe ga je om met opmerkingen zoals ik zie geen kleur, slachtofferrol, dit is niet iets van mensen van kleur en alle andere standaarden die we kunnen bedenken. Maar hoe gaan jullie daarmee om? Wat is jullie toverzin? Hoe ga je om met cognitieve dissonantie van groepen, toch? Ja, allemaal drogredenen zoeken om het te bagatelliseren. Anthony? Lekker, de moeilijkste vraag. We wachten op de moeilijkste vraag en toen dachten we, die gaan we Anthony stellen. Ja, dat is een hele confronterende vraag ook. Want het moment dat je het inderdaad zegt, komen er allerlei situaties terug. En confronteer je me ook met wie ik gewoon ben. Iemand die stil wordt, die gaat zwijgen. Ik ben diegene ook die in een vergadering uiteindelijk in de loop van de jaren gewoon stiller wordt. En dat sluit ook aan op degene die met gestrekt been erin gaat. Die opmerkingen, ik word ook uitgedaagd, je kan, nee niet ik. Je kan ook uitgedaagd worden om openlijk kritiek te gaan uiten. Waardoor je dus een munitie creëert dat mensen je gaan aanvallen op dat je agressief bent. Zelfs daar een klacht over kunnen gaan indienen. Hij valt me aan op het feit dat ik die opmerking maak. Ik probeer er altijd naar de hand op terug te komen bij iemand.
Mijn echtgenoot die zit ook in de zaal. Ik had een voorbeeld. Afgelopen kerst was ik bij Albert Heijn in Utrecht. En de man komt op me af die daar werkt. Ik had mijn baard van 2 dagen. Maakt misschien iets uit. Zakkenroller. Mm. Ik zeg... Ik dacht, wacht even, ik ga niet nu ABN spreken. Ik kijk maar, wat zeg je? Zakkenroller. Ja, je was hier vorige week ook. Nou, je kan een scène trappen daar. Het grappige is, ik ben van oorsprong eigenlijk operazanger. Dus ik dacht, pak mijn laatste filmpje. Die zet ik even op hard. En ik zet hem aan en ik laat hem even zien wie ik ook ben. Mm. Doe hem weer terug. Ik zeg, niet meer doen, hè. Mm. Niet meer doen. Ik kom thuis en terecht zegt mijn echtgenoot, Albert Heijn bellen. Je moet hier iets mee gaan doen, terecht. En we hebben het er met z'n tweeën over. En dan kan ik ook tegen Aram, volgens mij heeft de man de grootste les gehad in zijn leven. Dus ik pak het aan op een manier, zachtheid. Ik probeer naar iemand toe te gaan. Weet je wat je net tegen mij zei? Nee, ik weet niet wat, gewoon, ja, dat ik zie geen kleur. Ik zei, nou, en dan met iemand gewoon zitten en het erover hebben. Aanvallen, ik ben ook niet zo, het lukt me niet. En ik weet ook dat het munitie is om mij te gaan pakken. Dus dat is wat ik doe. Kost me heel veel tijd. Mm. Ik heb een dubbele baan, ik heb een driedubbele baan op wat dat betreft. Strategisch denken. Ja, bijzonder. Ja, zeker. Want het is soms ook best ondankbaar als het om zoiets als dit gaat. Nagenoeg hetzelfde meegemaakt in het dorp waarin ik opgegroeid ben. Maar dat was toen tegelijkertijd terwijl ik mijn kinderen bij me had. En ik ben het zelf gewend. Heel veel mensen zijn het gewend om rotopmerkingen te krijgen. Maar toen het werd gezegd waar mijn kinderen bij waren, toen hoopte ik dat ze het niet goed begrepen. Maar toen zeiden ze in de auto tegen mij van, hé, maar waarom spreken ze ons hierop aan? En waarom moeten we terug naar ons eigen land? We wonen toch in Nederland en toch in ons eigen land? En dat was toen extra pijnlijk. En wat ik het meest confronterende vond, is dat ik dat toen, nadat ik dat op social media plaatste, nou, ik heb het geluk dat ik redelijk wat volgers heb en wel eens op tv ben geweest. Dus de burgemeester nam het serieus en toen kwam ineens de politie bij mij over de vloer. Marokkaanse koekjes gekocht, thee gemaakt. Het eerste wat de agent zei was, misschien had de man gewoon niet zo'n goede dag. Laat het lekker. En dat is dus het vervelende, is dat je het dan ook soms toch maar net laat. En dat vreet toch aan je. Goed, maar ik ga het niet te veel erover hebben. Ja, had een vraag. Yes, zeker. Chantal Inen, ik ben ondernemer, ook directeur van mijn bedrijf. Sommige dingen vreten aan je. Ik heb vaak gedacht dat dingen aan mij lagen. In de interactie met werknemers bijvoorbeeld, of situaties. En dan besprak ik dat met bevriende ondernemers, witte ondernemers, mannen. Die zeiden, nou, dat soort dingen maken wij nou nooit mee. Ik dacht heel vaak, het ligt aan mij. En toen sprak ik later vrouwen, witte vrouwen die ook directeur waren, wat ouder. Die zeiden, nee, er wordt gewoon ook anders gekeken naar vrouwen als mannen in leidinggevende posities. En ik ben eigenlijk benieuwd of er in het onderzoek iets naar voren is gekomen. Of je observaties hebt, ook dus het verschil van mensen in kleur die vrouw en man zijn. Wat een goede vraag. Ja, het waren 22 mannen en 18 vrouwen. Dus wel bijna 50-50. Er staat ook inderdaad een stuk in het rapport over. Er leken wel wat verschillen te zijn, ook hier alweer, hè, vanwege de aantallen voorzichtig. Maar uit veel ander onderzoek blijkt ook dat het inderdaad een dubbele last kan zijn. Omdat je moet opboksen tegen het standaardplaatje van een directeur, waar je op 2 fronten niet aan voldoet. 1, omdat je vrouw bent en geen man. En 2, omdat je van kleur bent en niet wit. En dus die optelling van oh, dat is even anders dan ik had gedacht, hè, of dan zoals het hoort, maakt dat de interacties al wat stroever kunnen gaan lopen. Dus dat lijkt wel aan de hand te zijn. Dat is ook wel wat een aantal vrouwen rapporteerden. En als ik kijk in groepen, degene die het eigenlijk in de groep die waarvan ik dacht, oeh, die hebben het echt zwaar, zaten meer vrouwen dan mannen. Ja, niet exclusief, maar wel meer. Ik vraag nog even aan de techniek of wij een kleine wijziging mogen doen in de tussentijd, terwijl we nog even naar de volgende vraag gaan. Dat is namelijk of we de aanbevelingen nog even op het scherm mogen krijgen. Of dat lukt intussen. Want ik heb nog een vraag die ik op basis daarvan zou willen stellen. Dat is 1, 2, 3, dan kom ik daar, dat is 4 en daar was 5. Ja, ik ben Patricia Gomes, historica.
Ik schrijf en ik maak programma's en ik zit er met het. Ik ga er met het gestrekte been in. Maar ik vond uw rapport ontzettend goed, ontzettend mooi. Ik heb er heel veel aan gehad en ik heb een vraag en die had ik u eerder gesteld, maar die wil ik ook hier stellen. Wanneer gaat u, of weet u inmiddels al wanneer u onderzoek gaat doen naar hoe witte mensen aan de top denken en voelen in de omgang met zwarte mensen als ze over hun leven en hun werk beschikken? Dus eigenlijk een rapport zoals u heeft gemaakt over zwarte mensen, dat u die ook maakt over de witte elite. Ik ben benieuwd of het u gaat lukken. Dank u wel. Ja, nog steeds niet gelukt. Goeie vraag. Een van de moet nog onderzoek naar gebeuren punten in het rapport gaat daar wel over. Hè? Ik ben ten eerste al benieuwd naar de mensen van kleur in de private sector. Dat ga ik ook echt concreet doen volgend jaar. En inderdaad, de witte mensen aan de top die ook besluiten nemen over mensen van kleur wel of niet aan de top en op de werkvloer enzovoort. Dat is veel lastiger onderzoek om te doen. Ten eerste moet ik de interviews en al niet gaan doen. Serieus. Hè? Want dan is er toch mogelijk een gedachte van dat je dingen niet kunt zeggen. Mm-hmm. Dat weet mijn beste vriendin, witte vrouw, weet dat nog heel goed. Dat de gesprekken in bepaalde groepen totaal anders waren als ik er wel en niet bij was. Mm-hmm. Dan werden er dingen gezegd die nooit gezegd werden. En dan zei ze, wat? Die was zelfs helemaal geschokt. Die zei, dat doen ze nooit waar jij bij bent. Mm-hmm. Hè? Dus dan moet ik sowieso andere interviewers gaan hebben. En de sociale wenselijkheid in this day and age of D&I is natuurlijk heel groot. Dus hoe je mensen dan toch dingen ontfutselt die je... En heel vaak is het ook onbewust, hè? Want ik ben kleurenblind, ik zie geen kleur. Ik geloof werkelijk dat er mensen zijn die dat in hun diepste geloven. En dat is problematisch, maar het is wel. Mm-hmm. En je kunt heel moeilijk praten over iets waarvan je niet echt weet hoe het bij jezelf zit. Daar zijn wetenschappelijk allemaal methoden voor ook, hè, om dat te doen. Impliciete methoden. In de psychologen, ik ben een psycholoog, ik heb ook veel ervaring met dat soort methoden. Dus dan krijg je een ander soort onderzoek eigenlijk, hè, om dat soort impliciete, meer verborgen, niet bewuste gedachten en dingen te krijgen. Ja. We komen zo... Ja. Ja. Ik ben met u. Komen we zo op? Ja, komen we zo op. Onthoud die vraag even, zodat we de volgorde nog even kunnen vasthouden. Nee, geef niet graag zelfs, want dat gestrekt been hebben we nodig. Dat hebben we net met z'n allen gezegd, toch? Ik heb nog even de aanbevelingen erbij gepakt, omdat ik het ook wel belangrijk vind om na te denken: oké, wat hebben we nodig? Waar moeten we naartoe? Welke aanbevelingen zijn er? En waar ligt ook de verantwoordelijkheid om dat nou te pakken? Vraag aan Ahmed. Ook, want ik bedoel, we moeten alleen de lastige vraag aan jou stellen, hebben we van tevoren afgesproken. Waar ligt die verantwoordelijkheid? Jij bent hoofdredacteur van een geweldige omroep die werkt voor de NPO, toch? Mag ik dat zo stellen? En dus ook voor de mensen? Nee, we hebben een raad van toezicht. Een raad van toezicht, sorry, die is jullie werkgever. Maar waar ligt de verantwoordelijkheid? Is het jouw verantwoordelijkheid? Is het de verantwoordelijkheid van de staat om met elkaar aan de slag te gaan met het thema leiderschap in kleur? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Iedereen in de positie van leiderschap. Dus door de hele organisatie heen. En ja, dat gaat ook naar de raad van toezicht. Ik denk dat daar, want daar hebben we het niet echt over gehad, maar daar ligt enorm veel verantwoordelijkheid als het gaat over om je organisatie daar van bewust te maken, maar ook je in de raad van toezicht het gesprek te voeren. Ik heb daar zelf, maar dat is gewoon omdat ik daar persoonlijk veel ervaring mee heb gekregen, is ook dat ik in verschillende raden van toezicht, dus voor 2020, ik werd heel veel voor raden van toezicht gevraagd in het culturele veld en daarbuiten in onderwijs, juist vanwege de thematiek. Ik dacht met mezelf van oké, ik ga het één keer toelaten en daarna nooit meer. Maar, en dat heb ik ook gezegd bij elke volgende keer. Ik zit hier niet alleen vanwege mijn biculturele achtergrond. Nee. Anders ga ik naar huis. En, dat ook zo voor jou kunnen zijn. Ja, zeker. Ja. Heel erg. Ik weet niet, was die van mij? Misschien was die wel van jou. Was die van mij. Nee, er zijn nog veel meer mensen. En een van de dingen die je ook leert is gewoon van één is geen. Weet je wel? Als er één iemand komt om iets te veranderen, dan verandert er niets. Je hebt gewoon meerdere mensen nodig. Dus als je dat wil aanpakken, twee mensen of drie mensen. Heb je nodig. En dat heb ik onthouden. En elke keer als ik nu zelf in
met ik heb dan een andere rol van dat ik met redacties aan het werken ben. En dan kijk ik ook heel goed in van oké, hoe gaan we de samenstelling een kant en dan niet één iemand, maar twee. Ja, check. Top. Wat is dat ook alweer even, dat is een vraag even aan jullie allemaal. En dan gaan we naar de volgende vraag uit de zaal. Kan ook best pessimistisch benaderd worden. De mensen die nu in leiderschapsposities zitten, die hebben een verantwoordelijkheid. We hebben gezien wie er vandaag allemaal aangesteld zijn. We zien ook wat het rapport ons vertelt, wie er nu op leiderschapsposities zitten. Als dat degene zijn die de verantwoordelijkheid hebben, gaan we dan ook wel uiteindelijk naar verandering? Wie helpt me daarbij? Als antwoord op deze vraag, voordat ik hem zelf ga beantwoorden. Nou ja, misschien doe je op het gesprek wat we iets eerder hadden van... Jij, maar volgens mij misschien zeggen anderen dat ook wel. De mensen die nu in leiderschapsposities zitten, raden van toezicht, bestuurders, directeuren, die hebben een verantwoordelijkheid. Maar als we nu kijken naar wie daar op die positie zitten en wie ook misschien wel zo meteen, nou wie niet misschien, wie ons land zo meteen gaat besturen, zeg ik even als advocaat van de duivel, ben niet heel optimistisch hoor mensen. Nou ja, ik zou zeggen, leiderschap is ook een goed voorbeeld. Ik weet niet of nu de bordesfoto het juiste voorbeeld is. Maar ik denk wel dat het kan ook een motivatie zijn om juist des te meer en volhardender te zijn om dit met elkaar te gaan door te pakken. Ja. Doorpakken. Iemand anders daar nog een antwoord op zeggen van is dat lastig, gaan we naar de volgende vraag. Jullie? Nou, ik zeg zelf wel, ik ben heel pessimistisch over de politiek. Nou, dat op dit moment heb. Ik ben overigens een zeer optimistisch mens doorgaans. Kijk, daar hoeven we op dit thema niets van te verwachten. Dat kunnen we, dat is denk ik duidelijk. Waar ik optimistisch over ben, en dat ik al jaren zie, is wat er gewoon gebeurt in Nederland, even los van de politiek ook. Hè? Ja. Mensen van kleur en van allerlei groepen, allerlei achtergronden, die op plekken zitten, die films maken, die boeken schrijven, die op televisie zijn, die in de media, die zich organiseren, die op platforms staan, die podcasts maken. Hè? Het aanbod, mijn LinkedIn, dat is natuurlijk een bubbel, dat geef ik helemaal toe, maar mijn LinkedIn is een feest. Ja. Van talent, van kleur, die allemaal geweldige, fantastische dingen doen op hele zichtbare plekken. Hè? Mm. En dat stop je niet meer terug in een doosje. Nee. Ook niet met een stom kabinet. Hè, dat is wat het is. Die gaan, en natuurlijk kunnen er meer barrières worden opgeworpen. Mensen kunnen ook pessimistischer worden en soms denken, jeetje, waar doe ik het nog allemaal voor? Mm. Maar er is zo'n beweging op zoveel plekken. Daar haal ik optimisme uit, want dat stop je niet meer zomaar terug, is mijn gedachte. Jij knikt, Asfa. Ik ben het er helemaal mee eens. Wat je ook ziet ter aanvulling op Judy is dat heel veel mensen die denken, ja, in een organisatie red ik het niet, want ik word niet goed uitgenodigd en ook niet goed geselecteerd voor een gesprek. Die gaan dan zelf maar iets maken en zichzelf verkoopbaar maken. En ze verkopen deze thema's opdat de samenleving inclusiever wordt. Dus op een gegeven moment wordt het een soort roeping. En ook wel een soort emotional labor. Het zijn ook mensen die gedacht zouden hebben, ik had net zo goed binnenhuisarchitect kunnen worden. Maar nu zit ik lesprogramma's te maken voor het onderwijs. Mm. Of ik had net zo goed ook gewoon timmerman, loodgieter kunnen worden. Maar ik ben nu toch bezig met adviezen, met counseling van organisaties die een andere kijk van de ander willen hebben op de organisatie. En daar is dus echt heel veel van. Dus de geest is uit de fles. Ik voorzie ook dat dit niet meer terug te draaien is. Wat zo wat. Hier nog een vraag en daar nog een vraag. Nou, ik heb niet zozeer een vraag, maar wel wat ervaringen. En ik heb dus, ben heel actief geweest in de homobeweging. Nou, dat toen ik op de middelbare school zat, kende ik het woord homo nog niet eens. Mm. Ja, en nou, op een gegeven moment zijn we met zeer gestrekte benen zijn we erin gegaan. We vonden het COC veel te zachtzinnig en zo. We hadden zoiets van, we moeten naar buiten, we moeten zichtbaar worden. Hè, wat je nu bij de transgenders en zo ziet. Hè. Dus je moet soms echt met een heel gestrekt been. Nou, we hebben een uitgeverij opgericht, we hebben 30 boeken gemaakt, hè, allerlei dingen. Ik heb op de Sociale Academie gewerkt. Daar speelde dus ook dat transculturele. Hè. Wat we daar verkeerd hebben gedaan, ik zie er wel wit uit, maar ik ben ook met de Indonesische roots. He, wat we vergeten hebben, is dat je dus draagvlak moet maken. He, en dat is in de homobeweging heel goed gelukt. Je hebt company pride platforms over de hele wereld. Bij TNT, bij Ford en zo. En je moet op die manier moet je dus niet in je eentje gaan doen. Je moet allies zoeken.
Mm. En ja, ik denk, we moeten gewoon blijven doen. Hartstikke, die hadden we prima ook tussen de aanbevelingen kunnen stoppen. Dank u wel. We gaan naar de volgende. Die was hierboven, hè? Ja. Ik dacht, ik ga hem even lekker laten lopen. Even gelijk ook. Wat is uw naam? Vanuit welke hoedanigheid bent u? Wat is uw vraag? Hallo, ik ben Nancy. Ik ben universitair docent. Ik heb scheikunde gestudeerd. Je hebt nu vooral gefocust op publieke sector. Ik neem aan dat onderwijs daarin zit, maar dan vooral middelbaar en misschien basisscholen. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe het zit in wetenschappelijk onderwijs, universiteiten en vooral dan de exacte wetenschappen. Want ik zie, tijdens mijn eigen studie zag ik daar helemaal geen kleur en niet eens nauwelijks vrouwen, maar één vrouwelijk professor. En nu als universitair docent zie ik nog steeds dat er heel weinig daar zit. Mm. Dus ik was benieuwd, ben je van plan daar ook onderzoek naar te doen? En zo ja... Wat verwacht je? Neer. Zeker wel. Want de universitaire wereld is natuurlijk mijn wereld. Hè. We hebben de LNVH, hè, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, dat netjes bijhoudt wat de percentages vrouwen op de verschillende posities in de verschillende domeinen op de verschillende universiteiten zijn. Hoe staan we ervoor ongeveer? Of geen exact cijfer, hoor. Hoogleraren, 28% is het ongeveer nu, vrouwelijke hoogleraren. Niet in de beta-wetenschappen, nee. Dus over alle domeinen heen is het 28%. Dus dat is nog. Ik geloof dat we alleen Malta achter ons hebben staan, Europees gezien. Ja, just saying. Mensen van kleur weten we niet, want dat houden we niet bij. Dus als we het hebben over aantallen, hè, representatie, weten we dat niet. Er zijn heel veel problemen met worden er gezien qua registratie. Beetje begrijpelijk, hè, want etniciteit, raciale afkomst, registreren, daar worden mensen begrijpelijkerwijs zenuwachtig van. Er zijn wel allemaal manieren waarop dat wel kan, zonder dat het meteen spannend hoeft te zijn. Daar zijn universiteiten nu ook mee bezig met zich afvragen hoe ze dat kunnen doen. Dus dan heb je het puur over representatie, wie zit nou waar. Kun je ook iets meer gaan bedenken als organisatie, hoe ver of niet ver zijn we? Hè? Waar zit de onderrepresentatie vooral? Onderzoek naar ervaringen. Nou, er is nu een netwerk of Racialized Scholars. Dat is door iemand van de UvA opgestart. En die hadden pas hun eerste bijeenkomst. En ik denk dat die meer gaan doen. En dat is wel heel gaaf, omdat dat allemaal mensen van kleur zijn die bij elkaar komen om ook ervaringen te delen en ineens ook te zien, er zijn er meer. Altijd leuk. En ik ben samen met een aantal hoogleraren van plan daar ook echt een netwerk van te maken en dan aandacht te gaan vragen voor dit type vraagstukken en eens te gaan nadenken hoe we dat ook wetenschappelijk kunnen doen, aangezien we hoogleraren zijn. Mm. Dus het staat op mijn radar, maar ik heb nog niet nu concreet een onderzoeksplan liggen, maar het staat zeker op mijn radar. Vervolgvraag? Ja. Yeah. Als die niet te lang is, hè? Nee, niet te lang. Nou, dankjewel voor je antwoord. Mijn vervolgvraag is dan, want je had het over de nieuwe organisatie Racialized Scholars, dat het vooral mensen van kleur zijn. Dan wordt het weer, zeg maar, preken voor eigen parochie. Want dan, zeg maar, we zien nu al hier en bij andere events waar ik naartoe ga, dat het elke keer, of in ieder geval meestal dezelfde soort mensen zijn. Denk je dat het gaat werken met... Het is niet overal zo, hè, want dit is een open event, dan krijg je dat. Maar ik spreek ook voor de rechtbank Den Haag. En dat zijn gewoon de mensen die daar werken. En die zijn wit. Ja. Of je het nou leuk vindt, je bent er gewoon. En ook voor andere organisaties die gewoon... ik pas op de Zuidas, was ook lachen. ik kom ook op plekken in organisaties waar het is wat het is. En dan is het publiek heel anders en zijn de gesprekken ook heel anders, moet ik toegeven. Ik heb helemaal geen pretenties dat ik daarmee meteen die hele organisatie heb veranderd. Hè? Totaal niet. Maar er zijn wel verschillende plekken. Ik zit van de zomer in het programma van de Algemene Bestuursdienst van de overheid. Dat zijn de 2000 topambtenaren in de landelijke overheid die daar aan meedoen, aan dat soort programma's. Dus ik kom ook wel op plekken waar voornamelijk witte mensen ook in beslissenbevoegde posities zitten. Het is allebei nodig. De space van onder elkaar ervaringen delen, je niet alleen voelen, een beetje strategie bepalen, bedenken hoe je samen een verschil kan maken en hoe je dat naar buiten brengt. En zorgen dat je inderdaad ook de witte groep aanspreekt die ook echt mee moet. Check. We gaan zo de zaal weer even in, Anthony. Weer een beetje advocaat voor de duivel. Wanneer zijn we dan klaar als het gaat om dit thema? Ik stel jou die vraag natuurlijk niet voor niets. We hebben het met elkaar over gehad. Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het klaar? Even iets specifieker. Dus wanneer zijn wij klaar om iemand van kleur in onze organisatie te ontvangen? Dat het nodig is. Ja. We waren net aan het eten achter en toen stelde ik die vraag.
Omdat ik jou dat vroeg? Vaak, je hoort het namelijk heel erg vaak. We waren niet klaar of we gaan iemand binnenhalen en dan zorgen we dat wij klaar zijn. En ik stelde die vraag en ik stel die vraag eigenlijk terug. Wat maakt dat een dat je kan zeggen, wij zijn als organisatie klaar om iemand van kleur te ontvangen? Moet dan iedereen een workshop hebben gedaan en een certificaat hebben? Dat ik langs alle kamers ga om te checken of iedereen een certificaat heeft, hoe je en of je weet. Dus ja, dat vind ik echt best, als je daarover nadenkt. Als je erover nadenkt, is die vraag uiterst pijnlijk ook. Mm-hmm. Wel nodig om die te stellen? Ja. Het is absoluut nodig om die vraag te gaan. Maar wie moet daar klaar zijn? En wat is klaar en goed? Asfa, jij wilde daar nog even op reageren? Ja, ik denk de vraag hoeft niet gesteld te worden. Want je moet het op een gegeven moment gewoon doen. Het is ongemak om te zeggen, oké, nu gaan wij iemand van kleur binnenhalen. Uh-huh. Maar dat ongemak moet je tackelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen niet zo gemakkelijk vanuit een ander patroon iets gaan doen. Maar liever blijven vasthouden aan wat gemakkelijk is. Maar je moet echt je over het ongemak heen zetten en gewoon gaan. En niet zo van, ik ben klaar. We zijn nog niet klaar. We horen in Nederland heel vaak zeggen van, oh, het is zo ingewikkeld. Oh god, hoe ga ik het doen? Dat is een frame. Ingewikkeld is een frame. Het is... Wat ik altijd zeg is, het is leuk, het is dynamisch, het is avontuurlijk, het is gezellig om de ander binnen te halen op een positie. Ahmed, jij wilde daar iets aan toevoegen en dan even naar Anthony. Ja, ik denk dat er altijd systemen zullen blijven van uitsluiten. En dat die thema's, of de vorm verandert, het onderwerp misschien verandert, maar de kern hetzelfde. Of het kan zijn hoe je eruit ziet, het kan zijn waar je vandaan komt, het kan zijn wat je geaardheid is, het kan zijn hoe lang je bent of hoe kort je bent, het kan zijn of je portemonnee is, of je culturele achtergrond, het kan zijn of je uit de polder komt of uit de stad komt, het kan zijn of je talig genoeg bent om het gesprek te voeren met de mensen aan tafel, ja of nee, het kan van alles zijn. En ik denk dat ongemak wat jij benoemt, dat op een bepaalde manier altijd weer de kop op zal steken en dat we daar misschien door de gesprekken die we voeren wel meer tools en middelen en kennis en ook misschien in het onderwijs daar veel meer in kunnen doen, zodat het gesprek gevoerd kan blijven worden. Ondanks dat het gewoon blijft. En zit ja, wat ik op zou willen aanvullen is, wat je gewoon om je heen ziet en merkt is, en ik gaf het net al in mijn openingspraatje aan, wij willen een samenleving waarin we geen pijn meer hebben. Dingen mogen geen pijn doen. Pijnstillers, spuitjes. Het moet heel zacht zijn. Het moet ook fijn zijn. En geen ongemak. Het moet leuk zijn. Gezellig. Gezellig. Precies. En ik denk, als dat onze attitude wordt, dan kan je dit hele transitieding gewoon stoppen nu. Ja. Want dan gaat het hem niet worden. Want dit gaat pijn doen. En dit doet pijn. En het deed altijd al pijn. En ik heb al een paar aantal keren aangegeven in een toespraak die ik heb gehouden. Ik ben, wat in de pers ook heeft gezegd, ik ben geen slachtoffer. Dit gaat niet over mij, dit gaat over een grote transitie. En ik raad iedereen een heel goed boekje even aan van Byung Han, een Koreaans-Duitse filosoof, De Palliatieve Samenleving. Heel boeiend hoe hij daarover schrijft, over die wereld die we nu aan het maken zijn. De curling-ouders. Ja. Woeps, ja. Oké. Echt geen pijn. Judy, jij wilde nog iets toevoegen. En dan Ahmed, jij wilde ook nog iets zeggen. Oh ja, ja, kom daar zo op. Ja. Ja, ik zeg wel eens, wie is bang voor diversiteit en inclusie? Nou, iedereen, tenminste als je het goed doet. Hè? En ik ben het helemaal met je eens dat het ook, je kunt het vieren, het is leuk, het kan ook bijzonder en leerzaam en alles zijn. Maar als je het echt goed doet, dan gaat het over het bevragen van wat je doet, waarom je het doet, hoe je het doet, waartoe je het doet, met wie je het doet enzovoort. Dat is wat ruimte maken ook betekent. En dat willen heel veel mensen helemaal niet. Wat zou je nou gaan bevragen wat je al je hele leven aan het doen bent? En dat is eigenlijk iets, daar kun je dus de lol van inzien. Die zijn er zeker ook. Die denken, gaaf, leuk, nieuwe dingen leren. Hop, ik ga lezen, ik ga praten, we gaan op pad. Mijn boek Opgroeien in kleur, dat gaat over antiracistisch opvoeden. Dat begint met, we gaan op berenjacht. Het kinderboek, dat u misschien kent. En dat is best een beetje spannend. Mm-hmm. En voor sommigen is het rete spannend. En anderen die zien het als een leuk avontuur. Check.
Amet, jij wilde nog iets aanvullen? En dan gaan we de vraag uit de zaal nog even. Nou ja, ik nog één opmerking dan. Maar dat komt meer vanuit mijn makerschap. Daar waar het ongemak zit, ligt de mogelijkheid tot groei. En dat vind ik nog een uitspraak die ik niet zelf heb bedacht. Die heb ik ooit gehoord. Ik weet alleen even niet wie het nou precies is. Is die wel van Nietzsche? Oké. Al maar een kleine denker, ja. Maar dat is nog steeds iets wat ik zie. En ik denk van waarom, hè, als ik mensen die daarmee worstelen, waarom zijn we bang om te groeien? En ik denk dat het zo'n bijzonder iets is waar we... Het is een hele, soms echt heftige, vervelende, moeilijke tijd. Maar ook een hele enorme tijd van groei. Ja, we gaan zo meteen, want dat vind ik wel heel belangrijk, voordat we naar de vraag gaan, of nadat we de vraag hebben gehad, naar die waarom, naar die motivatie om te veranderen. Wat wel een heel essentieel onderdeel is. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6 vragen. 7 vragen en nog 10 minuten. 8 vragen. Maar we gaan het in de volgorde doen. Ja, het is 9:10, moet het klaar zijn. Die meneer had als eerste zijn hand in de lucht. Ze kom even. Ja, zeker? Ja, hij had hem net al toen boven stond dat hij. Ja, echt. Ja, ja. Maar als je ervoor je hand in de lucht had, ik probeer als moderator zo eerlijk mogelijk te zijn. Volgens mij had die meneer. Dan kom ik 1, 2, 3, 4. Ja? En dan kom ik die kant op. Ik kom naar u toe. Laten we het proberen om iedereen nog wel even te beantwoorden. Deze 7 vragen kort en krachtig. 8 vragen kort en krachtig te beantwoorden. Alleen was het de eindtijd niet 9:00, zeg ik heel even bij. 9:10, ja, zei ik. Nee, 9:50. Nee, 9:50. 10 minuutjes nog. Ik ben Aram Adriaans. Ik ben de echtgenoot van Anthony Heidweiler. En ik heb een vraag aan... Hij is wel heel dichtbij. Ja, dat komt. En dat moet ik misschien nog even zeggen. Fijn dat u dat zegt. Dit wordt opgenomen. En de mensen thuis moeten het ook meekrijgen. En krijgen het niet mee. Ja, lekker hè. Krijgen het niet mee als u niet goed in de microfoon spreekt. Ik heb een vraag aan jullie. Ik wil eerst zeggen, ik vind het een geweldig rapport. Ik vind dat verplicht overal gelezen zou moeten worden. Ik vind de aanbevelingen best soft. Vriendelijk, empathisch. En zou je niet in een vervolgonderzoek eigenlijk veel strenger moeten zijn in je aanbevelingen? Omdat mijn eigen ervaring is dat ik heb mijn werkzame leven lang in de podiumkunsten in leidinggevende posities gezeten. En dat het toch niet urgent genoeg is op de plekken, hè, waar mensen van goede wil zijn. En er heel veel voorbeelden ook in de subsidieregelingen zijn waar je wel verplicht wordt tot spreiding of tot wat dan ook. Of als je een foute begroting hebt, krijg je geen geld. En zou je er niet naar moeten streven dat je veel strenger wordt, ook in aanbevelingen van als het dat en dat niet aan wordt voldaan, dan krijg je gewoon je geld niet. Harde quota? Ik heb een tijdje in de beginperiode in de Raad van Toezicht van Omroep Zwart gezeten en ik heb gezien dat het radicale van in dit geval Acquasi echt heel veel vijanden oproept, maar ook heel veel teweeg brengt. Dus ik word zelf eigenlijk steeds radicaler in strenger. Dus mijn vraag is wat je daarvan vindt. Twee dingen. Misschien. Mijn kinderen zeggen dit ook altijd. Dus ik heb hele radicale kinderen. Ik zou het ook kunnen, herhaal. Eén. Ik ben natuurlijk wel in deze rol als wetenschapper. En vanuit dit onderzoek kan ik niet dat type aanbevelingen per se doen. Dus dit waren aanbevelingen zoals ze uit de groep kwamen, waar organisaties het over zouden moeten hebben. Hè? Aangevuld met wat inzichten die sowieso al uit de interviews kwamen. Dus als wetenschapper moet ik natuurlijk een aanbeveling, een discussiepunt, kan ik niet out of thin air, omdat ik het gewoon een goed idee vind, in zo'n rapport schrijven. Dus dat is de reden waarom die er niet in staat. Als ik een ander soort onderzoek had gedaan of andere soort evidentie bij elkaar had gezocht, hè, of gevonden, waar dat uit blijkt dat dat gewoon keihard werkt, dan had ik die erin gezet. Hè? Dat was een ander soort onderzoek geweest. Dus dat is antwoord 1. Antwoord 2 is dat ik altijd worstel met toon. Ik ben een Indo-mensen. Ik ben altijd heel vriendelijk en beleefd. Mm. Ja, iets wat ik ook altijd wel zeg is, ik vind dat wel lastig. Je vangt meer vliegen met honing dan met azijn. Maar soms kom ik wel met hele plakkerige handen thuis, zeg ik wel eens. En dan denk ik, getverderrie, dus ik vind dat wel, ik vind dat lastig. En ja, de ene keer ben ik uitgesprokener dan de andere keer. Maar ik kom regelmatig thuis dat ik denk, ik ben te soft geweest. Ik kom eigenlijk nooit thuis dat ik denk, ik ben te hard geweest.
Ik vind het wel bijzonder overigens, en als ik dan ergens een applaus voor mag vragen, is het ook wel je kwetsbaarheid als onderzoeker hier met ons te tonen, toch? Daar mag wel een applaus voor, denk ik. Ja, je kunt hier ook als wetenschapper allerlei redenen verzinnen van waarom je het niet doet. Maar je zegt ook gewoon, nou, ik ben ook gewoon een mens. Lieve mensen. En dan komen we zo bij jou, Asfa, als je het goed vindt. Nou, over mens zijn gesproken. Ik zit hier echt wel met een kloppend hart. Diep kloppend hart. Want jij stelde net de vraag, wanneer zijn we klaar? En ik vind dat we die wel moeten kunnen beantwoorden met elkaar. Want we hebben ook de 7 vinkjes van Joris Luijendijk. Dus we kunnen dit echt wel met elkaar doen. En het is voor ons door het ongemak heen te gaan om dit te kunnen creëren. Want we moeten het wel kunnen kwantificeren. Want we doen wetenschap, we doen allerlei onderzoeken. Dus dit kunnen wij ook. En dit is nodig. Ja, is er ooit een cijfer te bedenken? Of iets dergelijks? Van dan zitten we oké. Toch niet? Is dat toch lastig? Ja, er is... Ik, dankjewel. Kon jouw partner eigenlijk het wel zeggen? Van, nou, volgens mij moet het moeten wel ons iets... Ja, maar straks krijgen we misschien ruzie in de trein. Oké, ik ga dat niet doen. Sorry. Nee, ik vind het... Als ik daar nu antwoord op zou mogen geven op de plek waar ik werk, dat het klaar is, dat die mensen die daar werken klaar zijn om met elkaar te kunnen praten. Echt, en op basis van kennis ook, dat er gewoon standaard gewoon boeken door een organisatie heen gaan, dat er ruimte wordt gemaakt, agenda's schoonvegen. De laatste vrijdag van de maand, standaard, leggen we al het werk neer en we gaan met elkaar om die tafel zitten en we investeren, niet alleen met elkaar praten, maar ook hoe we zijn kwijt hoe we met elkaar praten. Stilte bijvoorbeeld, zijn we kwijt. In het gesprek luisteren. En ik denk, vragen stellen. Ik zit in een organisatie, ik zit in een bepaalde wereld dat elke zin met ik begint. Ik. Oh, maar ik heb al lang. Oh, ik heb hem. Ik heb die. Nee, stel eens een keer vragen aan iemand anders, aan elkaar, op basis van een boek. Dus ik vind, dat zou, wat mij betreft, het investeren in de kwaliteiten van met elkaar communiceren. Asfa, jij wilde nog iets toevoegen, hè? Ja, ik denk, om terug te komen op de vraag, maar ook tegelijkertijd raakend aan haar vraag. Die vraag van de meneer is, de aanbevelingen zijn te soft. Ik denk, een stok achter de deur helpt. Ik werk dus met culturele instellingen, 40 musea die met mij samenwerken. De stok achter de deur is de code diversiteit en inclusie. We zien echt dat musea krijgen plannen terug. Fondsen geven plannen aan hun terug. Je hebt dit niet uitgewerkt, deze code niet uitgewerkt of te mager uitgewerkt. Hoe ga je om met diversiteit, inclusie? Lokale overheden laten het ook weer zien. Dat heb je onvoldoende uitgewerkt en dan krijg je eigenlijk gewoon geen geld. En dat werkt inderdaad. Ik geloof niet zozeer in... ik ben jouw punt even kwijt. Over dat we moeten echt wel als onderzoekers ergens een stip op de horizon kunnen plaatsen. Ja, misschien ook wel, maar ik geloof wel veel meer in mindset. Hè, dus dat je anders moet gaan leren denken. En dan moet het gesprek binnen de organisatie moet blijvend worden gevoerd. Dus krijg je de poppetjes op de juiste plek, maar niet de juiste mindset. Ja, maar je moet ook echt blijvend in je organisatie dingen doen, waardoor je altijd dit gesprek voert. Zoals je ook praat over... Hebben we genoeg vrouwen? Hebben we genoeg dit? Dat moet je ook hier... Voordat we verder gaan, ja, want jullie wil nog een punt maken. Maar ik wil heel even met jullie iets bespreken. Want ik vind het altijd veel prettiger om met jullie dat af te spreken. Want er waren echt nog wel iets van 5 vragen. En er zijn echt nog maar 4 minuten. En ik wil niemand tekort doen, dat is 1. En 2, dat betekent dus ook dat ik mensen in de zaal heb die misschien een trein moeten pakken of nog ergens heen moeten. Wat spreken we af, zeg ik tegen de zaal. Ik zou alle vragen inventariseren gewoon. Ja, gewoon dat we ze even horen. Ja, dat is het begin. We hadden, mag ik de handen nog één keer zien van de mensen die een vraag hadden? Was, Ja, het zijn er toch eigenlijk net te veel, hè? Alleen een halve minuut in de inventarisatie. Ja, zullen we even kort en krachtig even de vragen horen? Dan hebben we die in ieder geval te pakken. Mijn vraag gaat over eigenlijk de andere kant van nummer 3. Dus is er voldoende bewustzijn bij de leiders van kleur zelf over hun eigen kleur? Oké, kan iemand die korte krachtig beantwoorden misschien? Eerst ophalen? We gaan eerst ophalen. Er was 4 hier. Gaan jullie hem onthouden dan, lieve mensen? Oké. Ja, ik wil even aanhaken op het aanpassingsvermogen. En dat het lastig is, maar ook een kracht. Ik ben vooral benieuwd, hoe ga je om met non-verbale communicatie? Dus en niet wanneer het onderwerp zich toedoet. Want dan kan je zeggen, ik zie je kijken. Ik hoor het. Ik zie je kijken of je kijkt bedenkelijk. Maar echt op momenten dat je denkt, dit gaat over kleur.
maar ik kan het niet heel expliciet maken. Daar ben ik wel benieuwd naar. Check, oké. Okay. Ja. Men weet niet wat ongemak is. Dus we hebben het altijd over, we moeten ongemakkelijk met elkaar durven zijn en durven schuren. Maar wat is dat ongemak? Dat is dus 80% non-verbale communicatie. Check. Okay. Fijn dat die vragen toch op elkaar aansluiten. Nou, ik denk dat ik heel erg dom ben. Ik ben volkomen onvoorbereid hier naartoe gegaan. En op de titel Leiderschap in kleur. Ik denk dat het wordt een mooie avond over kleur en over feest en fantastisch. Dus ik heb mijn eigen kleur erin moeten vinden. Dat ik het heel bijzonder vind om kennis genomen te hebben van wat hier allemaal besproken is. Mooi. Ik heb wel wat vragen aan die meneer daar, maar misschien komt dat later. Er is de borrel misschien. Ja, want we hebben een borrel zometeen nog even. Dus dat kan. Dank, dank. Ja, over het klaar zijn, er is een, volgens mij moeten we toch wel iets voorbereiden voordat iemand van kleur echt helemaal nieuw in een witte organisatie komt. Er is in Arnhem net een tentoonstelling van een kunstenaar, Citabile Mlotswa, die uit Zimbabwe komt en zij... haar cv is veranderd, de teksten voor haar dingen waren nog niet klaar. Mensen vroegen gewoon echt letterlijk van, weet je wel wat de VN is? Want ze had daar... het was echt verschrikkelijk. En dan denk ik echt, van, in ieder geval doe iets van de omstandertraining. En mijn vraag was, als je... Mag dat? Ja, dat is heel mooi. Ik vind eigenlijk wel zijn wat mooi. Want Obama die durfde allerlei dingen niet aan te pakken. En als je echt een goede leider bent, dan durf je ook... In mijn ogen een goede leider. Durf je ook dingen als, op dit moment bijvoorbeeld waar de universiteiten mee kampen met Palestina, durf je ook echt stap in te doen. Maar kun je dat als leider van kleur überhaupt? Want de ervaring is wel dat we mensen van kleur en vrouwen veel makkelijker kritiek opleggen en veel makkelijker straffen. En dus daar ging mijn vraag eigenlijk over. Mooi. De oplossing zit dus niet alleen maar in die één op één, maar ook in alle mensen die eromheen zitten, hoor ik meneer zeggen. Ja. Hi, Trevor Waal, manager gemeente Amsterdam. Hoe kijken jullie naar associaties? Dus mensen die van kleur zijn en in het nieuws komen en eigenlijk 9 van de 10 keer negatieve berichtgeving krijgen. Ik denk dat heel veel via het gevoel gaat, via het emotionele. We hebben een vrij rationeel gesprek, denk ik ook. Dus ik vraag me wel af hoe jullie daarnaar kijken. Dus wat verslaat associatie? Want ik merk zelf dat... De boys die ik zie op AT5 op mij kunnen lijken heel vaak. En daarna sta ik weer voor mijn team, afdeling, et cetera. Nou ja, tot zover. Verantwoordelijkheden in de media. Dat is echt een vraag voor Ahmed. Welke vragen waren er nog meer? Zag ik nog meer handen? Of zullen we ze proberen? Nou, dan gaan we ze beantwoorden. Ahmed, wil jij op de laatste antwoord geven? Ja, dat is... hoe zeg je dat? Mijn specialty. Dat is mijn superpower, wou ik bijna zeggen. Maar dit is iets waar ik continu mee bezig ben in elk format. Al aan het begin van het gesprek van de kaders waarbinnen we willen denken naar een programma. Wie representeert wat? Hoe zit het erin? En waar ik kan, voeg ik toe waar mensen nog niet gerepresenteerd zijn. Dus mensen die misschien in het verleden alleen maar kookprogramma's mogen maken, omdat dat een veilige space is. Ik kijk dan vanuit mijn eigen ervaring altijd. Ik heb nooit gewild dat ze mij maar in één hoekje duwen. Dus ik vraag altijd, wil je alleen dit maken? Wat zou je nog meer willen maken? Wat zou je kunnen? Waar kan ik je bij helpen? En dan zo snel mogelijk op die stap zetten. We gaan een programma maken over de politieke stand van zaken. Zou je dit willen doen? En we gaan door. En dat is gewoon continu schuiven en mensen meenemen. En het is heel bijzonder als het lukt en het goed gaat natuurlijk. Maar het is wel de hele tijd mensen meenemen en agenderen en gesprekken voeren. En het is niet zo simpel, maar het is ook wel, ik ga er heel erg op aan. Dus voor mij is dit continu wat ik doe. Kan je uit ervaring vertellen, dat klopt. zullen we iedereen nog even kort het laatste woord en dan gaan we... Ja? Of mensen de deelnemers zich bewust waren van hun eigen kleur. Meeste wel, maar er waren ook wel mensen die aangaven dat ze het bijna verloren waren, omdat ze zich zo lang in de witte wereld aangepast hebben. Hè? Dus dat was wel wisselend hoor, moet ik zeggen. Maar veel toch ook wel heel zelfbewust. En als het er eenmaal over ging, dan kwam het wel. Maar wel mensen die het lang geparkeerd hebben. Non-verbaal, het helpt mij altijd wel dat als ik, met name bijvoorbeeld bij de rechtbank Den Haag, daar zitten bijna alleen maar vrouwen. Als ik dan zeg, hoe weet je dan dat er racisme was? dan zeg ik, als vrouw weet je het ook. Als een man tegen je praat en je eigenlijk net even verkeerd aankijkt. Net even, je
weet het. Mm-hmm. Vrouwen begrijpen dat meestal wel. Dan kun je het niet aanwijzen. Hij zei niks verkeerd. Hij zat niet per se aan me. Maar je weet dat er een seksuele nare ondertoon was. Nou, dus vrouwen begrijpen dat meestal wel. Hoe ik bij mannen dat, witte mannen dat moet verkopen, weet ik nog niet. Als iemand daar een tip voor heeft, hoor ik het graag. Check. Aspa, misschien nog even een... Nee, voor mij is alles gecoverd. So far, so good. Check. Ja. Anthony? Ja, de opmerking over dus de non-verbale communicatie. Het is heel lastig als je inderdaad praat. Mensen doen dit als je aan het praten bent. Maar. En ja, accept. Ja, dat is iets. Ik laat het. En dan ga ik misschien nog stralender naar die ander kijken. Maar ik probeer er ook humor in te vinden. En ook nog een kleine steek daar soms. Als het kan, dat ik ze imiteer. Oh, ja. Heb je het begrepen? Oh, ja, spiegelen. Dus je moet ook humor spiegelen. Vinden erin. Hè? Je moet absoluut humor daarin vinden. Maar dit met dat fronsen, nou, dat is een paar keer per dag. Aspa, jij wil nog ja, maar wat ik wel eens doe, is het benoemen in een vraag. Kan het zijn dat je ongemakkelijk wordt doordat ik dit woord heb gebruikt? Wat voel je nu? Ja, dat kan je dan vragen. En wie weet krijg je de antwoord, maar dan kan je gewoon zeggen dat voelt even zo. Kan je dat uitleggen? En dan krijg je misschien nee of misschien ja te horen. Bijzonder. Mag ik in ieder geval een keihard daverend applaus voor mijn 4 panelleden. Dankjewel. Dank. Ik vond het een eer om te mogen doen, om hier te mogen staan oprecht. Mijn vader is in 2013 overleden en die vertelde ons vlak voordat hij overleed, als iemand die geëmigreerd is naar Nederland toe, die zelf zijn opleiding heeft moeten laten, zelf heel zijn leven achter heeft moeten laten, maar wel vertelde aan ons, ik heb voor jullie een zandpad gecreëerd met gaten in de weg, wat altijd lastig is, wat nog lastig te bewandelen is. Het is aan jullie de taak om het pad te asfalteren, in de hoop dat de volgende generatie daar iets makkelijker overheen loopt. Ik zie dat als emancipatie, wat die meneer heeft moeten meemaken, wat anderen hier meemaken, wat jullie allemaal meemaken, zijn allemaal verantwoordelijk voor het asfalteren van het pad. Dank jullie wel voor jullie komst en hopelijk tot snel.